Zouden de raadsleden hun plaatsen willen innemen? Waarvoor hartelijk dank. Graag heet ik u allen van harte welkom bij deze eerste O-ronde na de vakantieperiode. Natuurlijk de mensen op de tribune en ook thuis via de digitale media. Van harte welkom bij deze vergadering. Daar hebben zich 3 mensen gemeld die gebruik willen maken van het spreekrecht. Want verder zijn er geen mededelingen. Nee. Deze 3 mensen betreft de heer Slot, die wil inspreken over agenda punt 4, vaststelling, bestemmingsplan, buitengebied Hardenberg, de Krim, Parallellenweg, nummer 19. En daarnaast hebben de heer Broek-Roelofs namens enkele omwonenden en de heer Immink zich gemeld om in te spreken bij agenda punt 5, vaststelling, bestemmingsplan, Lage Gardenstraat 98. Ik stel voor om de insprekers ook in de volgorde van de agenda op te roepen en vraag daarom de heer Slot om als eerste het woord te nemen. Ik ben even aan het kijken. Daar komt hij. Zoals gebruikelijk heeft elke inspreker 5 minuten de tijd. En ik nodig u uit om hier plaats te nemen. Dank u wel, voorzitter. Ik zal mijzelf eerst even kort introduceren voor degenen die mij niet kennen in dit dossier. Ik ben Camille Slot, woonachtig in de Krim. En ik heb in 2011 eenzelfde verzoek ingediend wat op dit moment ingediend wordt door de heer Massenbroek en zaken het perceel bij de Parallelweg 19. Ik heb allereerst de griffier gevraagd, Frank Drosten, om een document aan de gemeenteraad te overhandigen. En daarvoor zou ik even willen weten of dat ook gebeurd is. Ja. Dan heb ik aan u nog een vraag. En dat is eigenlijk een vraag over de procesgang. Heeft de gemeenteraad alleen het raadsvoorstel ontvangen? Of heeft de gemeenteraad naast het raadsvoorstel ook mijn bezwaarschrift ontvangen? Hebben uw zienswijze ontvangen? Dus in de vorm van een bezwaarschrift. Ja, maar is mijn zienswijze ontvangen als onderdeel van de raadsvoorstel, van het raadsvoorstel, of is die separaat bijgeleverd? Hij is bijgeleverd. Oké. Okay. Dan vertrouw ik er ook op dat de gemeenteraad deze ook heeft gelezen, want ik ben van mening dat het raadsvoorstel op onderdelen zeker niet volledig is. En zeker niet de correcte waarheid geeft en beeldschets over de huidige situatie en ten opzichte van de toenmalige situatie. Aangezien ik een spreektijd heb van 5 minuten, wil ik eerst een aantal, tweetal zaken eigenlijk benoemen die ik extra wil toelichten waarom ik mijn bezwaar heb gemaakt. En vervolgens vraag ik gewoon de gemeenteraad om de documenten, zowel het raadsvoorstel als ook mijn bezwaar, door te nemen. Voor alle duidelijkheid, ik heb 2 bezwaren ingediend. Ik heb een bezwaar ingediend op de zienswijze en ik heb via de griffier een bezwaar ingediend op het raadsvoorstel. Omdat ik het raadsvoorstel, zoals net aangegeven, duidelijk aangeeft dat degene die het heeft opgemaakt, en mijn mening is dat de heer Wennes-Souwe een ander beeld schetst. In het raadsvoorstel wordt gesproken over de volgende zin. Nee, laat ik zeggen, deze zin wordt als volgt beschreven. Er wordt dat er op dat moment, dus de situatie in 2011, toen ik dezezelfde verzoek heb ingediend, dat er toen meer kavels beschikbaar waren dan op dit ogenblik. Daarmee suggereert hij dat er sprake is van meer. Meer kun je, heeft iedereen kan zeggen van ik vind meer 1, 2, 3, 10 of 100. Maar hij suggereert meer. Feitelijk is het verschil in vrijstaande kavels van het nieuwbouwplan in 2011 tot op nu 1 vrijstaande kavel minder. Dat was een van de bezwaren destijds in 2011 van de gemeente Hardenberg, waarin aangegeven werd van de heer Slot, Camille,
Wij gaan hier geen medewerking verlenen, want er zijn voldoende kavels beschikbaar in de Krim. Als meneer Wennesauer en de gemeente Hardenberg vinden dat er sprake is van een veranderende situatie... Mevrouw de voorzitter. Ja. Ik zou het wel prettig vinden dat er niet steeds een naam van een ambtenaar hier over de tafel ging. Het is hier gebruikelijk om de namen van de ambtenaren niet te noemen. Oké, excuses daarvoor, want ik dacht dat het een raad... Excuses daarvoor, dat wist ik niet. Ik dacht dat het stond benoemd in de raadsvoorstel, dus ik dacht dat het openbaar was. Mijn excuses daarvoor. En even een toelichting, het is ook openbaar, maar de ambtenaar in kwestie kan zich hier niet verdedigen. Het is de politiek en de wethouder en het college die geadresseerd worden in de gemeenteraad en in de oriënterende ronde. Dat begrijp ik. Ja, nee. Dus ook naar de heer Sauer, mijn excuses daarvoor. Ik wil dus aangeven dat er sprake is vanuit de gemeente Hardenberg, sprake is van een veranderende situatie. Ik kan alleen maar concluderen feitelijk, en daarvoor wijs ik ook naar de brieven die ik heb geschreven in 2011, die ik van de gemeente ook heb ontvangen, en recent dit jaar heb ontvangen, dat er geen sprake in deze kan zijn van een veranderende situatie, daar waar we het hebben over slechts maar één vrijstaande kavel. En om niet al mijn bezwaren hier te bespreken, wil ik toch weer bij het volgende punt ook stilstaan. In het raadsvoorstel staat beschreven dat er nu sprake is van een woonbestemming op parallelweg 19. Nou, ook dit is onmogelijk, want in 2011 is aangegeven door de gemeente Hardenberg, zwart op wit aan mij, dat de woonbestemming op 19 destijds is gebruikt voor een woning te bouwen in 2005, 2006, die gebruikt is door de heer Kossen. Met instemming van de heer Smink en met instemming van de gemeente Hardenberg. Dus de gemeente Hardenberg zegt van, er zit geen woonbestemming meer op, die is al gebruikt, dus wij verlenen geen medewerking aan het verlenen van een woonbestemming op perceel 19. Ik vind het dan ook zeer opmerkelijk dat in het raadsvoorstel in één keer hier wel over geschreven wordt dat er sprake is van een woonbestemming op deze kavel. Ik vraag daarom ook aan u, mevrouw de voorzitter, en aan de gemeenteraad, om aan de gemeente Hardenberg te vragen hoe dit heeft kunnen gebeuren en op welke reden zij dat in die tussenliggende periode er wel een woonbestemming is afgegeven. Naar mijn ziens onmogelijk. Dan zal ik nog kort, en dan rond ik het ook af. Er zijn meerdere argumenten gebruikt in het raadsvoorstel die nieuw zijn en later aangebracht. Als u de brief ziet die de gemeente Hardenberg destijds aan mij heeft gestuurd, worden een groot deel van deze argumenten niet benoemd naar mij en wel in 2015. Ja, dan kan ik ook een situatie wel laten veranderen. Geef dan maar aan dat er geen goed vergelijk wordt gemaakt en dat die totaal voorbij gaat aan gelijke behandeling. En daarvoor sta ik hier. Ik wil dat de burgers in de gemeente Hardenberg gelijk behandeld worden. En ik hoop dat de gemeente Hardenberg en de gemeenteraad hier nadrukkelijk naar kijkt of alle feiten die door de gemeente Hardenberg zijn beschreven ook correct zijn en de werkelijke situatie beschrijven. Ik hoop dat u straks alleen nog aan kunt geven of u in mijn verzoek tot het woonbestemming in ieder geval de gemeente Hardenberg mij en u daar schriftelijk van in kennis stelt. Dat zullen wij meenemen. Ik verzoek u even te blijven staan. Misschien zijn er nog vragen. Meneer Jonkans van de PvdA. En ik zie meneer Wilds. Meneer Breukelman. En meneer Roos. Ik begin bij de heer Jonkans. Ja, dank u wel, voorzitter. wat mij puzzelt bij het... Bij het hele stuk, is dat hoe u in de gelegenheid was in 2011 om dat verzoek te doen. Blijkbaar kon u daar een of andere recht op laten gelden, los van of er een bouwbestemming op zat of niet. En waarom dat toen dat mogelijk werd door het aannemen van die lintennota, waarom u daar dan niet voor gevraagd bent of waarom u daar dan geen gebruik van gemaakt heeft?
Nou, ik heb de omgevingsvisie van de provincie Overijssel in 2009, die is opgemaakt. Daarin wordt al aangegeven dat lintbebouwing is toegestaan in de provincie Overijssel. De gemeente Hardenberg mag daarvan afwijken. Dat is me destijds verteld en, door de wethouder. En zij hebben daar aangegeven dat geen medewerking te willen verlenen aan lintbebouwing. Bovendien is ook, en dat is mondeling, en daarvan kun je zeggen van ja, dat is niet altijd gestaafd, maar dat in de komende 10 jaar daarvan niet afgeweken zou worden van dat beleid. En ik begrijp echt wel dat een beleid en een beslissing die je hebt gemaakt, dat je die na verloop van tijd zou kunnen herzien. Maar daarom vraag ik om dan ook aan de gemeente Hardenberg aan te laten tonen wat dan de veranderende situatie is in deze. Daar ging mijn vraag ook over, want er is, en dat staat ook in het stuk, dat er een lintennotitie is vastgesteld waarmee het mogelijk gemaakt werd. En mijn vraag is nu van, u heeft daar toen, kon u daar geen gebruik van maken, kon u niet laten gelden, dus toen, ja. Toen kon u niet, ja. Maar nadien wel. En waarom heeft u toen niet zeg maar het verzoek gedaan? Dat zal ik uitleggen. Mij is toen aangegeven dat ik dan maar een kavel moest kopen van de gemeente Hardenberg. En het verschil van die kavels in aantallen, dat ben ik. En dus ik heb voor de grond van de gemeente Hardenberg gekocht in de bebouwde kom. Terwijl ik op de kavel, daar waar het nu over gaat, 1800 vierkante meter grond had. En in dit geval 650 vierkante meter grond. Dus u kunt begrijpen dat ik mij benadeeld voel. Ja, en wat wilt u dan nu bereiken? Ik wil bereiken, en het enige, en dat heb ik ook in een gesprek aangegeven. Ik wil bereiken, of, en dat is voor mij de boodschap, dat ik goed beargumenteerde feiten van de gemeente Hardenberg krijg, waarom zij van, tot verandering van beleid overgegaan zijn. Dat is wat ik wil bereiken. Dus ik wil feiten, aantoonbaar, die voor u allen, niet alleen voor mij, maar voor u allen, redelijk zijn om te accepteren van, oké, inderdaad, er is nu sprake van een andere situatie dan ten opzichte van de situatie in 2011. Maar dat is toch die lintennota? Dat is alleen de lintennota. Ja. Maar er is toch een gang van zaken waarom de lintennota in één keer is toegestaan. Want dan hadden ze toch ook in 2011... kunnen instemmen, want de buurtschappennota bestond toen al. En kunnen zeggen, Camille, je moet ervoor zorgen dat de lintennota ook voor de Krim geldt. De heer Rodermond. Dank u wel, voorzitter. Volgens mij is mijn vraag al gesteld, want ook bij mij was eventjes de eerste reactie, wat wilt u nu bereiken, maar u wilt ten eerste informatie, waarbij mij ook het gevoel bekruipt dat u nog niet helemaal vrede hebt met de situatie zoals die voor u nu is. Klopt dat? Ja, helemaal correct. De heer Wilds. Voorzitter, ik heb nog een paar vragen aan de heer Slot. U geeft aan, het gaat u om een gelijke en eerlijke behandeling van de gemeente Hardenberg. Ja. Dat klopt, hè? Maar ook al zouden nu de redenen en argumentatie van de gemeente niet coherent zijn, welke invloed moet dat dan volgens u hebben op de vaststelling van dit bestemmingsplan door de raad? Dat is toch niet aan mij? Dat is toch aan de gemeente Hardenberg om dat aan te tonen? Of heb ik uw vraag misschien verkeerd begrepen? Dat is... Maar het gaat mij erom, denkt u dat de raad nu in één keer een andere stem moet laten gelden voor het bestemmingsplan? Dat want vraag ik. Wil... Sorry. Dat vraagt u niet? Nee, dat vraag ik niet. Ik vraag aan u en uw collega's om naar dit dossier te kijken en uw mening daarover te geven. En als de gemeenteraad de mening deelt dat de gemeente Hardenberg goed gehandeld heeft, dan heb ik daar vrede mee. Ik vraag alleen om dan ook aantoonbaar te maken wat er, gemeente Hardenberg er dan toen geneigd heeft om haar beleid te veranderen. En dat recht heb ik volgens mij als burger. Maar wat hebt u daar dan aan, als u dat gelijk zou krijgen? Genoegdoening, want dan is er sprake van dat de gemeente Hardenberg hier niet burgers gelijk behandelt. En dat er dus sprake is van ongelijke behandeling. Daar is het mee om te doen. Het gaat mij niet om enige financiële vergoeding. Laat ik dat nogmaals benadrukken hier. Oké, ben duidelijk. Dank u. De heer Breukelman. Nee, ik had dezelfde vraag als de voorgaande heren. Oké.
Nou, dan dank ik u voor uw inbreng en zullen wij overgaan tot de volgende insprekers en daarna komt uw agendapunt aan de orde. Nou, dank u wel, meneer. Dan nodig ik bij deze de heer Broekroelofs uit. Weer een verrassing waar hij zit. Daar. Hij zal het woord voeren namens enkele omwonenden in verband met de Lage Gardenstraat 98. En ik geloof dat de heer Immink er meteen achteraan komt. Oké, dank je. Geachte voorzitter, griffier, raadsleden en overige aanwezigen. Fijn dat we even letterlijk opgenomen zijn in uw kring. De twee personen die achter dit spreekgestoel te staan zijn de heer Jan Bredewold en mijn naam is Tinus Broek-Roelofs. Wij zijn directe buurtbewoners van het nieuw te bouwen kantoor en appartementen aan de kruising van de Lage Gatenstraat en de Gramsbergenweg. Namens een twintigtal buurtbewoners willen wij gebruik maken van het spreekrecht. Eind 2014 heeft initiatiefnemer de heer Danes in een brief aan de buurtbewoners te kennen gegeven dat hij bouwplannen heeft. Desgevraagd wilde hij wel een toelichting geven op de plannen, maar dan bij hem op kantoor. Een aantal buurtbewoners heeft hier dan ook gebruik van gemaakt. Toen tot ons doordrong dat het niet ging om vervanging van het overjarige kantoorgebouw, maar dat er naast een kantoor en dienstverlening sprake is van twee verdiepingen met vijf appartementen, hebben wij buurtberaad gehad. Uiteindelijk hebben wij besloten om een advocaat in de arm te nemen. Dat doe je uiteraard niet zomaar. Kortom, het zit ons hoog. Het heeft namelijk grote gevolgen voor met name de directe buurtbewoners. Het ligt niet in de aard van de buurtbewoners om veel stampij te maken. Raadsleden bestoken, de pers erbij halen, de barricaden op, etc. Al had het misschien wel enig effect gesorteerd. Maar zoals gezegd, we hebben gekozen om onze zienswijze via Dommerholt Advocaten kenbaar te maken. Met een vertegenwoordiging van de buurt hebben wij persoonlijk een toelichting gegeven op onze zienswijze bij de desbetreffende ambtenaren. Van het gesprek is ook een verslag gemaakt. Na behandeling van de zienswijze door de gemeente hebben de betrokken ambtenaren een eenzijdige toelichting gegeven aan de buurtvertegenwoordiging. Op een paar aanpassingen en overwegingen na wordt het plan nu aan u voorgelegd. Aan onze hoofdbezwaren wordt echter niet tegemoet gekomen. Het gaat ons met name om de massa van het gebouw en de hoogte van het gebouw. Woorden zijn maar woorden. En om u een goed beeld te geven van de situatie, ben ik een paar maanden geleden in een luchtballon gestapt en ik heb een paar foto's gemaakt. De eerste, ja, dat was het eerste grote gebouw dat ik toevallig tegenkwam op een vlucht. En die foto wilde ik u toch niet onthouden. Het is het gemeentehuis, u herkent het zonder meer. U ziet het, het is een markant gebouw waarbij de gemeente duidelijk oog heeft voor de ruimte om het gebouw met veel groen. Hier wil ik het even bij laten. Op de tweede foto ziet u het gebouw rechtsboven geel omcirkeld. En de straat links, dat is de Gramsbergenweg. En rechts ziet u nog een stukje van de Lage Gatenstraat. De volgende foto, dan ziet u het gebouw wat beter. Dat is dus het huidige kantoortje. Het betreft een relatief geringe oppervlakte. En omdat het gebouw laag is met een plat dak, valt het eigenlijk niet zo op in de omgeving. Ik vraag u deze foto even goed te onthouden. En aan de heer Bredewold vraag ik, want hij heeft een paar tekeningen gemaakt op schaal, om de situatie nog duidelijk te maken, om het even toe te lichten. De volgende foto's.
Dankjewel, Tinus. Je hebt mij al voorgesteld. Ik wou graag dan de plattegrond even laten zien. Dames en heren, raadsleden, u ziet hier een projectie van het bouwplan. Op een perceel van 60 bij 20 meter moeten een kantoor, 5 appartementen met parkeerboxen en een parkeerplaats worden samengeperst. En dat alles binnen de kaders van behoeften, rooilijnen, erfscheiding, welstand, etc. Een opgave die alleen maar kan worden gerealiseerd met kunstgrepen en concessies. Door de gemeenteraad is in 2011 de welstandsnota visie op beeldkwaliteit vastgesteld. Daarin zijn 3 welstandsniveaus aangegeven. Niveau 0, 1 en 2. Voor de woonwijk Gransbergenweg, Lage Gardenstraat, geldt niveau 1. Daarin wordt als welstandscriterium gesteld dat de hoofdmassa passend moet zijn qua maat en schaal met de belendende bebouwing. Tevens moet de architectuur zijn afgestemd op de omgevingsbebouwing. Dan nog even de tekening. Op deze tekening ziet u in een aanzicht hoe het gebouw er op schaal vanaf de straat uitziet. Dit bouwwerk is een groot, massief blok vergeleken met de omgevingsbebouwing. Kijk naar de bestaande huizen en u ziet dat alle verhoudingen zoek zijn. De architect zal het wel een beetje opfleuren met glas en een zogenaamde speelse balkonpartij, maar het is en blijft een mastodont. Het past totaal niet qua maat en schaal en de architectuur vloekt met de omgeving. Dames en heren, raadsleden, u kunt zelf vaststellen dat dit bouwplan in flagrante strijd is met de criteria uit de welstandsnota. Als buurt zijn wij met dit plan erg ongelukkig en we hopen dat u ons in bescherming kunt nemen tegen deze overval. Tinus, aan jou de afsluiting. Samenvattend, het te grote en te hoge gebouw past in onze ogen totaal niet in het beeld van dit gedeelte van de woonwijk. Een schitterende woonwijk met karakteristieke woningen. Het nieuwe gebouw is te veel van het goede. Waarom zou een, overigens door ons gerespecteerd, individueel belang van de initiatiefnemer voorgaan voor het algemeen buurtbelang? Naar onze mening heeft Hardenberg dit grote gebouw op deze plek niet nodig. Wij verzoeken nu dan ook niet over te gaan tot het vaststellen van het bestemmingsplan Hardenberg Lage Gatenstraat 98. Dank voor uw aandacht. Dank u wel. Dan kijk ik rond of er nog vragen zijn. Ik zie de heer Botter en de heer Breukelman. Dan begin ik voor de afwisseling met u. Dank u wel. Ja, ik had uit de zienswijze uiteraard ook al begrepen dat u geen voorstander van dit plan bent. Wat ik me even afvroeg, of u misschien voor u ook al, of u misschien al nagedacht heeft over alternatieven. Stel je voor dat een alternatief zou liggen van 2 verdiepingen in plaats van 3. Ik weet niet of u daar überhaupt al over nagedacht heeft hoor, maar het kon zijn dat u daar ook opvatting over heeft. Ja, wij begrijpen dat als een eigenaar van een terrein en zegt van ik moet wat nieuws bouwen, dat het natuurlijk ook financieel uit kan. En dat er dan weer wat nieuws neergezet wordt, dat begrijpen we wel. Alleen het punt is van ja, qua hoogte en qua massa vinden we dit te groot. Het liefst zouden we zien, we zijn niet tegen dit gebouw, maar eigenlijk ook wel op een heel andere plek. Als je kijkt naar Hof van Pepijn en daar in die lijn zou het veel beter passen. Maar op deze plek past het eigenlijk niet. Oké, dank u wel. De heer Botter. Dank u wel, voorzitter. De fractie van Op Koers.nu is uitermate nieuwsgierig naar aanleiding van de notitie van de gemeente die op pagina 6 staat. In de laatste alinea bij de conclusies staat daar, en ik citeer uit de stukken, daarnaast wordt in overleg met de initiatiefnemer omwonenden en de gemeente invulling gegeven aan de erfafscheiding en aan de groeninrichting. En de vraag
die onze fractie aan de heer Broek-Roelofs wil stellen is... A. Hebben die overleggen plaatsgevonden? En B. Wat is daar afgesproken tijdens die mogelijke overleggen? Ja. Bedoelt u de overleggen met de ambtenaren dan? Want we hebben met de heer Dales in ieder geval geen contact gehad hierover. We bedoelen de overleggen waarbij deze onderwerpen expliciet aan de orde zijn gesteld. Binnen welk gremium dan ook. Dat is in de overleggen met de ambtenaren is dit te sprake gekomen. We hebben een aantal zaken aangegeven. En als ik het goed begrepen heb, is het doorgespeeld naar de heer Dales. En wilde hij daarover nadenken, maar zijn er geen toezeggingen gedaan. Mevrouw Luiten, u had ook een vraag. Dank u wel voor een korte en bondige presentatie. Mij rest eigenlijk maar één vraag. U zegt onze hoofdbezwaren, dat gaat over de massa en de hoogte. Ja. Dat betekent, als ik het goed heb begrepen, en ik check het maar eventjes, dat over zaken als parkeerbehoeften en de functies wat betreft wonen en dienstverlening, dat niet voor u de halszaken zijn. Heb ik dat goed begrepen? Dat hebt u op zich goed begrepen. Kijk, het gebouw is historisch gezien is dat eigenlijk zo gegroeid dat de bestemming heeft van dienstverlening, van kantoorruimte. Vroeger was het de woning die ernaast staat, wat u ook ziet in deze tekening gesitueerd. Die woning was van het hoofd van de Rijkswaterstaat. En die had daarboven de kantoorruimte. En later werd het te groot. Toen heeft hij op de eigen grond, toen de tijd nog, heeft hij een kantoorruimte gezet. Dus dat is zo gegroeid. En dat is door de buurt ook in die zin geaccepteerd. Het is laag, het is niet groot, het valt niet op. Dat is prima. Ja, nu krijg je wel in één keer dat er twee bestemmingen komen. Namelijk en kantoor en dienstverlening. En dat er woonruimte komt, appartementen. Dus dat is wel een punt. En we hebben uiteraard meerdere bezwaren gehad, ook over parkeren. Ook dat is nog wel een punt, want ja, als continu bewoners zijn, misschien met één of twee auto's. Want het is het duurdere segment, hebben we begrepen. En er is kantoorruimte, ja, dan is daar ook wel wat over te zeggen. Maar eigenlijk leidt dat af van onze hoofdbezwaren. Oké, dank u wel. Dan dank ik u beiden voor uw bijdrage en gaan wij over naar de bijdrage van de heer Immink. Meneer Van der Raad, hartelijk dank voor de mogelijkheid die u mij biedt om... Een toelichting. Ik ben Gerben Immink. Ik ben een buurtbewoner, een zeer tevreden bewoner van de Gamsbergerweg. En zoals Tinus al liet doorschemeren, er is een goede samenhang in onze buurt. En vandaar dat ik het vrij kort kan houden. Het overleg over wat wij eigenlijk wilden inbrengen was heel simpel. Ik dacht, van Tinus, laat u de situatie vanuit de lucht zien. Dan kan ik u misschien nog schetsen hoe de situatie vanaf de grond is. En u moet zich dan voorstellen dat u een mooi huis koopt, Villa Eekhof. En dat is een prachtig huis, want het was eigenlijk de tuin van dit huis was eigenlijk nog bijzonderder dan het huis zelf. En deze tuin is door de vorige bewoners ook tot bloei gebracht en bijna tot een paradijselijke tuin gemaakt. En u moet zich nu voorstellen, en ik realiseer me altijd als het gaat over welstand, dat het subjectief is en dat het erg moeilijk is om elkaar te overtuigen van ideeën over schoonheid en esthetiek. En ik lees uit het verweer van de gemeente dat de bedoeling was dat er een ruim volume gebouwd werd op deze hoek. Om zeg maar met een bepaalde grandeur een kwaliteitsimpuls aan te brengen. Maar stelt u zich nu even voor dat u in deze tuin staat. En dat u een tuin zou hebben, een prachtige tuin. En dat uw buren aanbellen en zeggen, goh, u heeft een prachtige tuin, die is ongeveer 30 meter diep en die is paradijselijk. Maar ik heb bedacht dat ik op de erfscheiding een bijna 11 meter hoge flat bouw. Dan denk ik dat ik snel uitgesproken ben en dat ik u eigenlijk niet hoef te overtuigen van een enorme schending van het belang van aanwonenden. Dan wil ik het daarbij laten. Je kunt natuurlijk ook nog benadrukken wat een prachtig fietsroute de Gamsbergerweg, en zo ik begrijp, eigenlijk is. En een prachtig, zoals ik het had geschreven, een prachtig cultuurhistorisch eenheid vormt. En ik denk dat het
voldoende door mijn buurtgenoten is benadrukt dat we grote zorg hebben over voorgenomen bouwbesluit. Hartelijk dank voor uw aandacht. Dank u wel. Ik kijk of er vragen zijn, maar... Ah, meneer Wilts. U bent te snel. We hebben graag tempo, maar... Ja, ik blijf toch even vragen over wat er al zo net eerder is even gezegd. Er is toegezegd door de initiatiefnemer en de gemeente dat in overleg met de omwonenden invulling zou worden gegeven aan de erfafscheiding in de groeninrichting. Ja. Denkt u dat door dat overleg en door het aanbrengen van een, noem maar, een afscheiding, dat het niet veel beter wordt en dat uw tuin wel een mooi uitzicht krijgt? Ik vrees dat het goede bedoeling, dat de goede intenties zijn en goede bedoelingen staat. Maar als u, zeg maar, tuin, als uw buurman 3 hoog zeecontainers als schutting gebruikt aan uw tuin en zegt ik ga het oplossen door de schutting in een prachtige kleur te schilderen die u zelf mag uitkiezen, dan is dat een prettig gebaar, maar lost het het probleem niet op. Helder, dank u wel. Dan gaan wij naar het volgende agendapunt, nummer 3, vaststelling van de agenda. Zijn er partijen die behoefte hebben om een wijziging aan te brengen, toevoeging? Nee, dan wordt de agenda bij deze vastgesteld. En dan gaan we over naar het meningsvormende onderdeel, de vaststelling bestemmingsplan buitengebied Hardenberg. Parallelleweg 19e Krim. Wie mag ik het woord geven? Meneer Jonkans, meneer Rodemond, mevrouw Kelder, meneer Bak, mevrouw Baarslag en de heer Breukelman. Ik begin bij mevrouw Baarslag. Voorzitter, dank u wel. Ik heb de heer Slot goed gevolgd. En na alle vragen die er gesteld zijn, denk ik dat hij bedoelt dat hier van willekeur sprake zou kunnen zijn. En het is dus een vraag aan de wethouder om daar expliciet wat over te zeggen, want hij vraagt ook iets. Hij zegt in zijn betoog dat hij vindt dat er ten opzichte van het verleden geen veranderende situatie is geweest in de woonbestemming. Dat er geen nieuwe argumenten zijn gebruikt ten opzichte van 2011. Nou, burgers moeten gelijk behandeld worden. En in zijn zienswijze geeft hij bijvoorbeeld ook aan dat er sprake van een toekomstige uitbreidingslocatie aan de Beukenlaan met een oppervlakte van 1 hectare was. Nou ja, hij zegt dit is een later en nieuw aangebracht argument. Vervolgens geeft hij aan dat er in de huidige situatie in het raadsvoorstel wordt beschreven dat er sprake was van een toekomstige uitbreidingslocatie aan de Beukenlaan. En dat dat op dat moment niet concreet was en ook niet openbaar gemaakt aan de bewoners. Ik zou graag zien dat de wethouder daar een reactie op geeft. Helder, dank u wel. En meneer Wilts? Niet. Meneer Bakker? Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag wat nadere tekst en uitleg krijgen hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan. Eigenlijk ook de vragen die de inspreker gesteld heeft. Want het klinkt allemaal wat wrang en ik denk dat we daar met elkaar die helderheid moeten zien te krijgen vanavond. Daarnaast wil ik de wethouder ook eens de vraag maken om eens een klein doorkijkje te maken naar de toekomst. Hoe, even los van de uitkomst van de vraag over willekeur of niet, hoe dit voorkomen kan worden. Want ook als er geen sprake van willekeur is, dan blijft het wrang. En lijkt het me goed om daar eens wat mening van de wethouder over te horen hoe dat anders zou kunnen. Meneer Rodermond. Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk een beetje dezelfde vraag. Er lijkt een aanzienlijke wijziging voor van beleid en dat daar een noodzaak toe is. Dat hoor ik graag dan van de wethouder. En natuurlijk ook een antwoord op de vraag hoe denkt college en raad hier beter op te anticiperen naar de toekomst toe.
Een andere vraag van mij is, wat gaat er nu gebeuren met de kavels in de kern van de Krim zelf, waarop geduid wordt door de inspreker, omdat we nu dus blijkbaar ook aan de rand van de kern gaan bouwen. Dus ja, dat zijn voor nu de twee vragen. Meneer Rodemond, mag ik u wat vragen? We hebben in december... Via de voorzitter graag. Via graag, ja sorry mevrouw de voorzitter. We hebben in december hebben wij de buurtschappennota vastgesteld. En dat was het verlengde van een buurtschapnota die al in een eerder stadium is vastgesteld. En daarin is de mogelijkheid expliciet benoemd om op die locatie ruimte te geven om te kunnen bouwen. En die hebben wij als raad vastgesteld. Kijk, wat meneer Slot aangeeft met betrekking tot het aantal uit te geven woningen. Ja, dat vind ik, dat is inderdaad, daar moet hij even op terugkomen. En daar moet ook de wethouder het een en ander van vinden. Maar met betrekking tot de buurtschappennota, en die hebt u zelf vastgesteld. En u hebt daar zelf mogelijkheden gegeven. Voorzitter, de vraag ontgaat mij enigszins van de heer Mulder. Het was denk ik ook meer een constatering dan een vraag. Voorzitter, mag ik de heer Mulder nog iets vragen? Op het moment in 2011 dat er sprake was van een aanvraag van de heer Slot. De vraag is, was er toen al sprake van die buurtschappennota? En vervolgens is denk ik ook zijn vraag geweest, had ik daar niet over geïnformeerd moeten worden dat het eraan kwam en dat er een wijziging op stapel zou kunnen staan? Want daar gaat het hem waarschijnlijk om. Ik weet niet of die vraag helemaal door de heer Mulder beantwoord kan worden. En anders kan die ook nog door naar de wethouder, denk ik. Nou goed, de buurtschappennota die was toen al vastgesteld. En die is gewoon uitgebreid. Niet meer en niet minder. Dus daar is niet zoveel spannend aan. Wat mij betreft. Mevrouw Kelder. Voorzitter, wat mij betreft moet de wethouder daar nog even wat over zeggen. Want het gaat mij erom of het in 2011 al zichtbaar was dat die wijziging eraan kwam. Wij zullen deze vraag op de lijst van de te beantwoorden vragen van de wethouder zetten. Mevrouw. Dank u wel, voorzitter. Inmiddels heb ik alle vragen die ik op mijn briefje had staan, zijn die al geweest, jammer genoeg. Maar wij willen wel graag tekst en uitleg van de wethouder, want dan wordt het misschien wat duidelijker. Want wij vinden een periode van 2011 naar 2015 wel heel erg kort dat een beleid zo voor iemand zo belastend is. Dat is helder. De heer Jonkhans. Ja, dank u voorzitter. Ja, in feite zijn de vragen al wel gesteld, maar ik wil de vraag dan nog wat specifieker stellen of de wethouder een chronologische volgorde van besluiten kan geven, zodat wij kunnen zien hoe het verzoek van de heer Slot daarin past en en dit plan. Wij zullen het voorleggen aan de wethouder. Ja, voorzitter, dat vinden wij ook prima. Ook wij zouden graag een opzomming zien van de feitelijkheden die door de heer Slot genoemd zijn. Het is ons wel duidelijk dat met de komst van de buurtschappennota mogelijkheden gecreëerd zijn tot woningbouw daar. Alleen de heer Slot noemt nogal wat feitelijkheden die hier strijdig zouden zijn. Daar zouden we wel graag een reactie op zien. Dank u wel. Meneer de wethouder. Voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met dat het natuurlijk een hele vervelende situatie is als je een bepaalde droom hebt en die wil je realiseren en dat kan niet. En als dan blijkt dat het 4 jaar later opeens wel kan. Dat is gewoon hartstikke vervelend. En ik heb dan ook best heel veel begrip voor datgene wat de heer Slot bepleit, aandraagt, wat hij ook al eerder bij mij heeft aangegeven, zowel op mijn kamer als telefonisch. Dat is gewoon hartstikke vervelend. Maar ik zal proberen een uitleg te geven van de situatie. En ik denk dat ik dan, als ik het probeer in chronologische volgorde te doen, dat ik dan misschien wel een deel van uw vragen heb beantwoord. De situatie in 2011 was dat wij in de Krim nog enkele kavels hadden. De buurtschappennota voor de Krim was nog niet vastgesteld. Die hadden we vastgesteld voor 5 andere kernen. Waarom niet voor de Krim? Omdat we in de Krim
nog mogelijkheden hadden voor uitbreiding. Dat waren die kavels genoemd door de heer Slot. Maar we hadden aan de Beukenlaan hadden we ook nog 4 hectare. Dat is dat deel waar nu het evenemententerrein ligt. Daar hadden we dus ook nog mogelijkheden om uit te breiden. En we hadden toen het beleid in deze gemeente, als er in kernen nog uitbreidingsmogelijkheden zijn, of door inbreiding, dan wel door uitbreiding, dan stellen we de buurtschappennota niet vast. Dat was het beleid. Hetzelfde gold bijvoorbeeld voor Lutten. In 2011, toen de heer Slot bij ons kwam, om op de gronden van een andere een woning te mogen bouwen, hadden wij het buurtschappenbeleid niet vastgesteld en behoren dus niet tot de mogelijkheden om daar toestemming te verlenen. Daar zijn wij toen ook vrij helder in geweest. En ik ben zelf degene geweest met de kennis in mijn achterhoofd van we hebben nog 4 hectare. Die gaan we lang niet allemaal ontwikkelen, maar 1 hectare lag in het verschiet om die op korte termijn op te gaan pakken. Ik heb zelf gezegd bij een gemiddelde afname in de Krim van 2 à 3 woningen per jaar. Plus nog wat kaveltjes die er nog waren. Dan, nou zou het maar zo 10 jaar kunnen duren voordat zo'n buurtschappennota van kracht wordt. Dat heb ik aangegeven. Daarop heeft de heer Slot een besluit genomen, daar wil ik niet op wachten. Hij heeft een kavel van ons gekocht en daar is hij een woning gaan bouwen. In 2012 hebben we natuurlijk met onze grondposities in ons grondbedrijf het nodige meegemaakt. En een van de besluiten die er toen is genomen is onder andere dat wij geen nieuwe gebieden in exploitatie zouden nemen als er vanuit de kaststroom niet binnen een beperkte tijd dekking was voor die investering. Toen hebben we al onze gebieden hebben tegen het licht gehouden. Er zijn wat onderzoekingen geweest of er vraag was naar woningen. Onder andere ook in de Krim. En in gesprekken met de woningcorporatie Beter Wonen werd mij al heel snel duidelijk dat bijvoorbeeld Beter Wonen als toch een belangrijke afnemer van een deel van dat gebied zei, ik ga de eerste jaren in de Krim niet bouwen. Dus een belangrijke geldstroom voor de afname van de kavels verdween daarmee. Ja? Plus dat er zelf ook van ons uit geen zicht was op, want we hadden bijvoorbeeld nog een 200 in kapkavel, hebben we heel lang gehad, die is uiteindelijk wel verkocht. Ja, hadden wij geen zicht op dat dat gebied ontwikkeld zou worden. Dus we hebben gezegd dat gebied schuiven we naar achteren. We hebben toen ook een deal gemaakt met wat mensen dat er een evenemententerrein mocht komen, behalve het eerste aan het dorp aansluitende deel. Dus we hebben dat project, dat mogelijke uitbreidingsproject, hebben gewoon een heel eind naar achter geschoven. En toen zeiden we nou, als we nu kijken naar de policy achter de buurtschappennota's, heb ik gezegd, als er geen of bijna geen ruimte meer is, of bijna geen kavels meer zijn, dan kan de buurtschappennota van kracht worden. Nou, die heeft u in eind 2014 vastgesteld. Ja? En op dat moment kwam de eigenaar en een andere initiatiefnemer bij ons, en die heeft op basis van datgene wat u heeft vastgesteld gevraagd van, mag ik hier dan een woning invullen? En dat 4 jaar later, of 3 of 4 jaar later, dat de heer Slot het had gewild, dat het opeens wel kon. Dat is hartstikke wrang. Maar dat was het gevolg van datgene wat we met de herziening op ons grondbeleid, met het afwaarderen van de gronden en de hele financiële toestand daaromheen, ja, had dat van alles te maken. En de heer Slot geeft in zijn betoog heel goed aan dat er niet zoveel veranderd is. Hij vergeet alleen één ding. En dat is dat wij die uitleglocatie toen al hadden. Ja, en die hadden we nog niet als bestemmingsplan gereed, maar die was wel ooit aangekocht om daar de volgende fase woningbouw te doen. En dat is geschrapt. En toen ontstond er een titel voor de buurtschappennota die u heeft aangenomen. En daarom ontstond er een titel om die woning te mogen bouwen. Oftewel om de bestemmingsplan voor die woning aan de parallelweg, ik weet niet eens het nummer, 98, nee. Maar goed, in ieder geval aan de parallelweg, ik zeg altijd maar na Smeek, om dat mogelijk te maken. Dat is de situatie. Dat het wrang is en dat hartstikke vervelend is, ja, dat vind ik ook. Maar goed, met nieuw beleid ontstaan er soms minder en soms meer kansen. Voorzitter, mag ik een aanvullende vraag stellen? Dat mag u. Wat is er op dit moment beschikbaar in de Krim aan locaties voor woningbouw? Dat duid ik ook even op de ladder voor de duurzame verstedelijking. Ja, de ladder voor duurzame verstedelijking. Dat betekent dus, wat is er binnenstedelijk, binnen de bebouwde kom, eigenlijk moeten zeggen, wat is er? Nou, wij hebben nog een paar kavels, ik weet niet eens hoeveel we er hebben, een paar vrijstaande kavels hebben wij nog. En in de buurtschappennota zit er, dacht ik, nog één, deze en nog één. En dan is er een sloop geweest door Beter Wonen,
En daar hebben we wel eens over gesproken, dat dat ook als kavelverkoop eventueel voor de Krim zou gaan plaatsvinden of een andere invulling zou krijgen. Nou, wat daar op dit moment de status van is, dat weet ik niet. Maar we hebben geen uitleglocatie meer. Ja, dat, even, zoals ik het zeg, bedoel ik ook een uitleglocatie. Dat is dus zeg maar in een agrarisch gebied woningen gaan bouwen na bestemmingsplanwijziging. Dat is de situatie. Dan wil ik toch nog, als het mag, voorzitter, even doorvragen. Als ik dan toch even die ladder voor duurzame verstedelijking erbij pak. En ik hoor het verhaal wat u nu zegt. Met daarbij het gevoel wat de inspreker ons vanavond heel duidelijk heeft meegegeven. Dat is een gevoel van een soort van willekeur. Hoe kijkt u daar tegenaan met het toch beschikbaar hebben van ruimte in de gemeente in relatie weer tot de ladder van duurzame verstedelijking? Met het gevoel van willekeur dat hier vanavond op tafel ligt. En ik stelde mijn vraag zojuist ook al, hoe kunnen we dat in de toekomst voorkomen? Want de situatie is nu zoals die is. Daar geeft u tekst en uitleg bij. Maar het gaat mij ook met name om van welke visie hebben we nu als gemeente, hoe we met dit soort zaken in de toekomst om willen gaan. Nou, mag ik beginnen, voorzitter, dat ik toch even een afstand neem van willekeur. Ik heb zo pas proberen uit te leggen, ja, hoe de ontwikkeling van 2011 tot eind 2014 met de vaststelling van de buurtschappennota is geweest. Niks willekeur. Dat het ongelukkig is geweest voor een individuele aanvrager uit 2011 in relatie tot wat er nu gebeurt, dat heb ik aangegeven. Maar dat is iets anders dan willekeur. Ja, ik heb ook niet gezegd willekeur, ik heb het gevoel van willekeur zoals het hier vandaag op tafel is. Dan is mijn betoog erop gericht om dat gevoel bij u weg te halen. Ja? Dus dat willekeur, ik vind niet dat hier sprake is van willekeur. Een situatie als deze voorkomen is gewoon ongelooflijk lastig. Want hoe vaak hebben we niet, of hoe vaak hebben marktpartijen niet gronden aangekocht omdat in een of andere structuurvisie stond dat wij woningen gingen bouwen, ontwikkelaars kochten het aan, tijden zijn veranderd, bestemmingsplan is er nooit gekomen. Ja? Dat soort dingen gebeuren. Bij beleidswijziging krijg je altijd frictie. En dit is gewoon op individueel niveau een hele vervelende frictie. Dus helemaal voorkomen doe je het niet. Dan moet ik gewoon heel eerlijk zijn, dat zult u ook ervaren bij een beleidswijziging, ontstaan er altijd van dit soort frictiegevallen. De relatie met de ladder duurzame verstedelijking, dat geldt in principe alleen voor uitbreidingen buiten de bebouwde kom, en deze ligt er binnen. En dat gaat ook over andere aantallen. Eén woning toevoegen, daar zal nooit de ladder duurzame verstedelijking op van toepassing zijn. Dus het voldoet niet aan datgene wat er met de ladder van de duurzame verstedelijking wordt beoogd. En dan had u het over de visie. Ja, dat voert nu veel te ver. Wij zijn bezig om te kijken in hoeverre onze nieuwe plannen proef zijn wat betreft de ladder duurzame verstedelijking. En daar komen we binnenkort, ik weet niet precies wanneer, want dat is nog wel een heel gezoek, om dat binnenkort ook eens met u te bespreken, hoe dat in onze gemeente eruit zou kunnen zien in relatie tot andere gemeenten. Voorzitter, als ik nog een korte reactie mag geven. Eén laatste. Dank u. Het gaat mij met name om het gevoel dat nu hier voor ligt, om dat te voorkomen. Hè? Dus het gaat me niet om nu met de vinger te wijzen, maar het gaat erom van hoe zijn we als overheid, hoe zijn we als gemeente voorspelbaar en hoe kunnen we voorspelbaar opereren. Want ik denk dat daar de burger in Hardenberg recht op heeft en je wilt daarin ook niet de schijn tegen hebben, je wilt daar ook niet de discussie over voeren met elkaar. En dat is meer de strekking van mijn vraag daarin. Nou, kijk, ik kan in deze kant naar iedereen kijken, maar laat ik even naar mezelf kijken. Wat ik mezelf in deze situatie, kan er niks aan de feitelijke situatie veranderen. Maar het was beter geweest als ik zelf, maar ik had het niet meer scherp. Je kunt niet alles onthouden. Het waren beter geweest dat we voordat de buurtschappennota voor de Krim werd vastgesteld, dat ik contact had gehad met de heer Slot. De situatie was misschien niet anders geweest, maar het waren netter geweest als ik even gebeld had en zeg, nou, zo is de situatie. Er is iets veranderd en wat u toen niet mocht, dat mag nu wel. Maar goed, ja, dat kan ik mezelf kwalijk nemen, dat waren veel netter geweest, maar ik heb het niet gedaan omdat ik het gewoon op dat moment niet paraat had. Ja? Maar ik denk dat je dan, natuurlijk het gevoel halen misschien niet helemaal weg, maar dat geeft iets meer een menselijke kant aan dan die wat harde zakelijke beleidskant. Ja? Dat zou ik nog aan toe willen voegen. Meneer Rodermond, u had ook nog een vraag aanvullend. Een beetje in dezelfde lijn, voorzitter, als het antwoord van de wethouder in ieder geval. De heer Slot vraagt in zijn bijdrage zojuist
om een goed verhaal, zodat hij daarmee een gevoel van genoegdoening krijgt. Dat, tenminste, zo heb ik hem begrepen. Vraag 1 daarbij is dan, bent u bereid om dat verhaal hem toe te zenden, zodat hij wat meer gerustgesteld in deze is? En ook naar de toekomst toe, een beetje in de lijn van meneer Bak zijn vragen. Het anticiperen dus op te wijzigen beleid zou dus kunnen betekenen dat we hier in het huis even gaan kijken naar de gronden die liggen op dat te wijzigen beleid. Is daar in het recente verleden iets mee aan de hand geweest, zodat we daar wat beter over kunnen en willen communiceren? Heb ik dat de wethouder ook een beetje horen zeggen? Ja, ik zou willen dat ik het toe zou kunnen zeggen. Maar sommige dingen die hebben een dusdanige looptijd dat je dat gewoon kwijt bent. Ik bedoel, mensen verdwijnen uit je organisatie. Ja, sorry, als portefeuille hadden. Excuses, ja. Voorzitter, ik zei recente verleden. Ja, okay. Ik snap heus wel dat we niet een geheugen laat ik zeggen, jaar op laat ik zeggen dat we er een poging toe zullen moeten doen. Ja, want dat heeft toch iets met het goed omgaan met je klanten, met je inwoners te maken. Dus ja, daar moeten we misschien nog wel iets scherper in zijn. Dus dat wil ik zeker doen. Ik wil ook wel. Ik hoor hier een toezegging waar we concrete data aan kunnen hangen. Nee, volgens mij is het anders bedoeld. Volgens mij is het bedoeld in de zin van, stel dat er een beleidswijziging komt en als ik nog weet van een situatie die daardoor in het voor of in het nadeel komt, dat we dan mensen even informeren. Hè? Dat we daar met elkaar. Nou, een keiharde toezegging is lastig, want je hebt gewoon niet alles paraat. Maar dat we daar ons uiterste best voor doen, dat wil ik toezeggen. Het op papier zetten van het een en ander. Kijk, ik heb uitvoerig gesproken met de heer Slot. En dat zijn soms ook wel gesprekken waar teleurstelling afdruipt, en dat snap ik. Maar het zijn ook gesprekken geweest waarin we het op één punt niet met elkaar eens zijn. Dat is van die uitbreidingslocatie die teruggehaald is, zeg maar. Daar zijn we niet met elkaar eens. Maar ik wil dat nog best een keer heel uitvoerig op papier zetten. Ja, en dan in een gesprek nog een keer met elkaar bespreken. Maar volgens mij hebben we al heel veel informatie met elkaar uitgewisseld. Voorzitter, mag ik daar nog een klein dingetje aan toevoegen? Dat mag. Ik denk dat het heel goed is voor de heer Slot dat de wethouder dit toezegt. Want zo behoor je ook met mensen om te gaan. En ik sluit me aan bij de heer Rodemond. Die zegt van, nou, je moet naar de toekomst kijken om dit soort dingen te voorkomen. Want dit soort sessies hebben wij helemaal niet nodig als u het goed bij de gemeente regelt. Nee, maar voorkomen kunnen we het niet, mevrouw Baarslag. Sorry, voorzitter. Nou, ik denk voorkomen dat je daar toch een poging voor toe moet doen. Ja, nee, je moet altijd een poging doen. Maar bij kijk, we hebben het gehad. Bij de beleidswijziging, ik neem een heel simpel voorbeeld, bij de WMO, toen mensen een eigen bijdrage moesten gaan betalen. Mensen hadden pas daarvoor het besluit genomen om een scootmobiel van de gemeente te accepteren zonder eigen bijdrage. Er kwam een kleine overgangsregeling, opeens moesten ze een eigen bijdrage betalen. Omdat dat verandering van beleid is, dat is inherent aan beleid wat zich in de loop der tijd ontwikkelt. Dus voorkomen kun je dit soort situaties niet. Maar daar hoort dus wel bij. Ja, en als je weet dat het beleid op veranderen staat, dat je dan mensen informeert, wacht even af, let op, dit staat er te gebeuren, dat vind ik heel logisch. En als het beleid veranderd is, en het is vooral in incidentele gevallen zodat het mensen benadeelt, zodat je dan met mensen daarover in gesprek gaat, maar voorkomen dat mensen in voordelige zin bevoordeeld worden, dan wel benadeeld worden door beleidswijziging, dat kun je nooit voorkomen. Kijk maar wat er in het land gebeurt met het beleid rondom de decentralisatie. Ik denk dat dit helder is, meneer de wethouder. Dank u wel. Dan kijk ik de zaal rond en of er behoefte is aan een tweede termijn. Dat is bij niemand zo. Dan rest mij de vraag, gaat het door naar de agenda voor de raadsvergadering als hamerstuk of als bespreekstuk? Mag het onze hamerstuk? Ja. Wat ons betreft ook. Oké, ik hoor geen ander geluid, dus het kan door naar de raadsagenda als hamerstuk. Ja, voorzitter, nog één, wat ik net tegen de wethouder zei, en die toezegging van hem, dat er toch op gelet gaat worden, zonder dat hij de garantie geeft dat het helemaal waterdicht is, daarmee kan ik rustig aangeven dat het voor ons ook een hamerstuk is. Dank u wel. Dan gaan we door naar agenda punt 5, vaststelling bestemmingsplan Hardenberg, Lage Gaardenstraat 98. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Breukelman, mevrouw Baarslag.
meneer Bak, meneer Rodermond en mevrouw Luiten. Ik begin bij u, mevrouw Luiten. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben de stukken gelezen en we hebben natuurlijk net ook nog een aantal zaken gehoord van insprekers. Dat is altijd heel prettig. Wij hebben eigenlijk één grote vraag die heel erg aansluit aan de wethouder van het college. En dat is namelijk de bouwhoogte op deze plek en in die mate. Er wordt natuurlijk in de stukken worden argumenten gegeven waarom dat in dit geval op deze plek is goed gevonden. Of in ieder geval wordt voorgesteld om dat goed te vinden. Maar wij zijn eerlijk gezegd niet zo heel overtuigd van die argumenten. Dus we zouden nog eens een keer van de wethouder uit zijn eigen mond willen horen waarom hij nou gelooft dat dat geen aantasting is van de cultuurhistorische kwaliteit op die plek. Verder zijn we natuurlijk altijd voor dat iemand zo'n oud pandje wil opknappen. We begrijpen ook dat de functiescheiding allemaal niet zo'n probleem is. Of tenminste het woon- en dienstverlening, dat dat allemaal al lang gebeurt. Maar zo'n massaal blok op die plek. Wij zijn gewoon heel benieuwd of de wethouder daar zelf bijvoorbeeld naast zou willen wonen als het hem zou overkomen. Dank u wel. Dat gaat hij straks vast toelichten. Ik ga naar meneer Breukelman. Ja, voorzitter, dank u wel. In de huidige situatie is vanuit de ruimtelijke kwalitatief oogpunt misschien dat is niet optimaal. En dat er in een stuk sprake is van een aanzienlijke verbetering van deze ruimtelijke uitstraling, dat is natuurlijk mooi. Het stuk spreekt zelfs van een ontwikkeling, een bebouwing in drie lagen die uitstekend zou passen in de omgeving. Echter, de zienswijze en de woorden van de insprekers van zojuist, die delen die mening van het college niet, of in ieder geval niet alle omwonenden. En een belangrijk argument in deze is de komst van de appartementen en de hoogte hiervan. En dat er op de Parkweg en verder in de Lage Gatenstraat ook forse bouwvolumes aanwezig zijn. Dat is voor mijn fractie aan zich geen reden om dat hier ook maar toe te staan. Bovendien moet de aanzienlijke verbetering van deze ruimtelijke uitstraling ter plaatse worden afgewogen tegen het ruimtelijk uitzicht van de omwonenden. En ook de argumenten dat het een locatie betreft op een kruispunt van twee wegen, aangrenzend aan een doorgaand fietspad, ja, die argumenten vinden wij iets wat gezocht, hoewel een kwaliteitsimpuls niet zou misstaan op dit punt. In het verleden zijn er wel eens bouwhoogtes aangepast, gezien de privacy van de omwonenden. Ik denk daarbij aan de parallelweg achter het ziekenhuis. En kan de wethouder misschien aangeven wat het effect zou zijn van maximaal twee bouwlagen op de plannen die voor liggen? En op het gebied van de privacy van de omwonenden worden een aantal mogelijkheden weergegeven die onderzocht moeten worden, zoals de schuine lamellen. En deze maatregelen staan echter niet in de regels voor het bestemmingsplan en bieden de omwonenden mijn inziens dus geen enkele garantie. Graag zou ik daar een reactie op krijgen. Tot slot, de komst van de appartementen past volgens het plan in de actuele woonvisie van de gemeente. Is daarbij ook al rekening gehouden met de komst van de appartementen op het gebied Oosteinde Stationstraat. En voor het parkeren wordt er gerekend met de minimale parkeerkenniscijfers. En de redenatie daarbij is dat het dubbel gebruikt kan worden. Omdat bewoners voornamelijk 's avonds en 's nachts zouden parkeren en bezoekers van het kantoorpand voornamelijk overdag. Men wijst echter ook op dat de appartementen zeer geschikt zijn voor jonge senioren. Houdt de berekening wel stand als wanneer wij deze twee gegevens met elkaar samenvoegen? Daar wou ik het in de eerste termijn even bij laten. Dank u wel. Meneer Bak. Voorzitter. Ik was even afgeleid. Een aantal van mijn vragen zijn zojuist ook al gesteld door andere partijen. Wij hebben in ieder geval als CVD ook de vraag bij van, past de massa in de omgeving, maar past ook de architectuur in de omgeving? Want het is natuurlijk wel een gebied wat er bijzonder fraai uitziet. En gaat dit daarbij een bijdrage leveren of niet? Graag horen wij ook van de wethouder hoe hij daar tegenaan kijkt. En een ander punt is, en dan ga ik toch weer even terug waar ik het zojuist ook over had, is naar de ladder van duurzame verstedelijking. Waarom wordt er gekozen om het gebouw juist hier te situeren? Want het zou wellicht ook elders kunnen plaatsvinden. En als ik dan ga kijken naar het centrum van Hardenberg, zouden er wellicht veel meer locaties kunnen zijn waar een dergelijk gebouw zou kunnen plaatsvinden. Er zijn veel meer mogelijkheden om appartementen in te richten. Ik zou ook graag de mening van de wethouder zien ten aanzien van Marslanden 2.
Want we gaan nu in het centrum gaan we woningen bijzetten en gaan we ruimte bieden om te wonen. Terwijl we ook nog een plan hebben in ons achterhoofd om Marsland 2 te gaan doen. Ik ben heel erg benieuwd naar de visie van de wethouder en hoe dat zich tot elkaar verhoudt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rodermond. Dank u wel, voorzitter. Ja, het lijkt een herhaling van zetten te gaan worden, dus mogelijk krijgen we op meerdere vragen één antwoord. Maar ik ben een beetje op zoek, voorzitter, lezende het stuk naar nut en noodzaak inderdaad, om op deze plaats dit gebouw neer te zetten. Inderdaad, omdat er al wat leegstand is en dat er nog voldoende mogelijkheden elders zijn om ook te gaan bouwen. En daarmee bekroop mij ook het gevoel, en graag daar een reactie op van de wethouder, dat wij wel heel graag aan het bouwen zijn in Hardenberg, maar daarbij geen oog meer hebben voor datgene wat er reeds bestaat. En in dit geval is dat toch wel inderdaad een karakteristieke straat die toch wordt aangetast. Een andere vraag daarbij is dan ook, welke subjectiviteit krijgt hier voorrang? De ambtenaar die het stuk heeft geschreven, misschien dus ook de wethouder zelf, is van mening dat er een zekere grandeur wordt toegepast. Dat is ook door de heer Broek-Roelofs, geloof ik, gemeld. Terwijl de heer Immink dan de nieuwbouw vergelijkt met een stapel containers. Ja, dan zou je kunnen zeggen, dan wint de gemeente, want wij stellen het stuk nu eenmaal op. Je kan ook zeggen, van, nou, we geven liever de voorrang aan de mening van onze inwonenden, die er toch naast moeten wonen. Dus graag ook daar een reactie op. En daar wilde ik het voor nu even bij laten. Dank u wel. Dan kijk ik naar de wethouder. Oh, sorry. Voorzitter. Ai. Mijn excuses. Bij deze het woord aan mevrouw Baarslag. Voorzitter. Ik begrijp van de omwonenden, en ik woon natuurlijk al zo lang in Hardenberg dat ik weet hoe mooi het daar is aan de Gramsbergenweg en dat er natuurlijk ook al flats zijn gebouwd aan de andere kant. Ik begrijp van de omwonenden dat die zeggen van nou, in principe hebben wij geen problemen met dat daar een nieuwbouw wordt gepleegd of dat er een verandering plaatsvindt. Wij hebben zorgen over de uitstraling, maar met name hebben wij onze zorgen over het massale en de hoogte. En mijn vraag is er over nagedacht? Is er een alternatief plan besproken? Of is dat nog in de maak? Of in ieder geval wil ik er iets over horen. Is het in gesprek om toch nog te kijken wat er nog meer mogelijk zou kunnen zijn? Helder. Dan alsnog het woord aan de wethouder. Voorzitter, waarom dit bouwplan hier? Ja, omdat vanuit de ondernemer die vraag bij ons komt. En wij vinden dat dat gebied wel een kwaliteitsinjectie kan hebben. Als je ziet wat er nu staat, dat is niet echt fraai. Dus de vraag van, kan dit niet ergens anders? Ja, misschien kan er ook wel ergens anders in de stad. Er liggen nog wel meer plekken. We hebben ooit bij de aanvang van het centrumplan, hebben wij de ontwikkelgebieden benoemd en de studiegebieden en de overige gebieden. Nou, deze zat volgens mij toen bij de overige gebieden, dat als er een vraag zou komen, dat wij die serieus in behandeling zouden nemen. Ja. Die vraag is bij ons gekomen. En ja, als je kijkt naar het gebied en als je kijkt naar alleen maar een paar woningen in de omgeving, dan kan ik heel veel reacties snappen. Maar als je hem wat vanuit een groter perspectief beziet, en dat hebben wij gedaan, zo hebben we dat ook in een stuk toegelicht. Er zijn wel meer gebouwen daar die een bepaalde hoogte hebben. Maar ik denk niet dat de hoogte het grootste probleem is. Want in het gebied staan heel veel woningen met twee lagen en een kap. Dat is ook ongeveer rond de 10 meter. In 2002 of zo, toen het nieuwe bestemmingsplan er is gekomen in het kader van het centrumplan. Toen is dat een actualisatieplan geweest. Dat wil zeggen, dat wat er is, dat laten we zo. Als er niet op zeer korte termijn ontwikkelingen zijn, nemen we de ontwikkelruimte niet mee. Maar het bestemmingsplan daarvoor, dus het bestemmingsplan voordat het centrumplan bestemmingsplan er kwam, liet op die plek ook een hoogte toe die ietsje lager is dan wat we nu vragen. Want daar mocht gewoond worden in een gebouw, in een woning, twee lagen met een kap. Nou, twee lagen met een kap, volgens het nieuwste bouwbesluit zit je iets onder de 10 meter of rond de 10 meter. Ja, dus de hoogte, ja, daar, we hebben zelf ook wel heel goed gekeken naar die hoogte.
Ook bestuurlijk, want we hebben hem in het college ook wel eens een keer... Mevrouw Luijten wil even inbreken en ik geef haar die ruimte. Ik heb een vraag aan de wethouder, want in mijn beleving is een kap toch echt van een heel andere orde en een heel ander beeld dan een massieve verdieping. Dus ik hoor graag een woonlaag, hoe u daar tegenaan kijkt. Klopt, maar als je van ligt er van opzij... Ja, want een kap kan ook verschillende vormen hebben. Het hoeft niet per se een puntdak te zijn. Dat kan een zadeldak zijn. En allerlei vormen hebben we daarin. Ja? Dus vanaf de voorkant geredeneerd. Ja? Als je voor de lengterichting van de kap staat, heeft u gelijk. Maar als u op de zij zit, heeft u dezelfde hoogte, ja, als in deze situatie. Waar wij op toch wel heel erg lang mee bezig geweest zijn, is ook de massa. Ja? De hoogte. Vonden wij al in het begin zeker passend, en de massa. En toen hebben we gekeken naar vergelijkbare gebouwen in de buurt. Er werd net al over gezegd van ja, die vinden wij niet dat die erbij betrokken moeten worden. Vinden wij wel. Maar goed, daar kun je wel van mening stellen. De plek, een markante plek, het mag best een goede markering zijn. En het heeft natuurlijk ook te maken met van, ja, kun je zo'n plek, kun je die goed ontwikkelen. En dat mag natuurlijk nooit ten koste gaan... Ja, en voor 100% kun je dat natuurlijk nooit vaststellen. Maar dat mag natuurlijk nooit een geweldige druk op die buurt leggen. En wij hebben gemeend, met het plan wat er nu ligt, wat al een paar keer ook bij ons is langs geweest, dat we daarin kunnen, voorzien. Voorzitter, mag ik even een verduidelijkende vraag stellen aan de wethouder? Dank u wel. In mijn beleving is er geen enkele discussie over een kwaliteitsimpuls op die plek. Nee. Is er alleen een discussie over hoe die impuls effect heeft op de direct omwonenden. U zegt u van dat hebben we niet per definitie betrokken bij het voorgenomen besluit. Eigenlijk is dus de vraag van in ieder geval mijn fractie, wilt u alstublieft dat wel meenemen in de besluitvorming? Omdat dat blijkbaar voor enkele tientallen mensen in de directe buurt best zwaar weegt. Dat betekent dus dat we misschien heel snel ja kunnen zeggen tegen een kwaliteitsimpuls, maar dan wel passend bij de direct omwonenden. Dan heeft u mij niet helemaal goed begrepen, voorzitter. Nou, u misschien wel, maar hij niet. Dat heb ik niet bedoeld te zeggen. Wij hebben, doordat het plan ook wel een paar keer, in ieder geval in het college is hij twee keer geweest, bij mij is hij wel wat vaker op het bureau geweest, omdat we ook zelf wel wat aarzelingen hadden van... Is dit passend in die omgeving en doe je die omgeving niet veel te veel geweld aan? Uiteindelijk is dit het resultaat geworden waarvan wij vinden, hij is markant. Ja? Hij is behoorlijk aanwezig, maar we denken, onze opvatting is dat we daarmee ook wel recht kunnen doen aan de omgeving. Ja? En daar hebben we ons natuurlijk laten bijstaan door mensen die iets makkelijker stedenbouwkundig erin zitten. En daar hebben we ons door laten adviseren. En met de nodige kanttekeningen, vanaf het eerste bouwplan tot dat er nu ligt, lijkt ons deze acceptabel. Maar zeker rekening houdend met de omgeving. Overpassend in de omgeving is natuurlijk gewoon een hele lastige. Ja? Meneer Bak. Vraag aan de wethouder. Nu vanuit de omwonenden heel duidelijk aangegeven wordt dat er behoorlijke bezwaren zijn tegen de massa van het gebouw. Uw eigen twijfel op voorhand ook al in de afweging die daarop heeft plaatsgevonden. Maakt dat uw afweging daarin en uw gevoel daarin nu anders is dan voor vanavond? Nou, ik kende de opmerkingen, maar dan op papier, van de omgeving al. En ook mijn ambtelijk medewerkers hebben me natuurlijk op de hoogte gebracht van dat wat er in de buurt leeft. Ja, op dit moment heb ik niet het gevoel, ik heb nog niet... laat ik zeggen, jawel, de gevoelens van de omwonenden, maar ik heb zelf nog niet het gevoel dat dit plan daar niet zou kunnen. Ja? Want ja, ik vind het ook altijd lastig om te beoordelen, ja, is iets passend in de buurt? Moet het dan zelf de soort gebouw zijn? Mag het ook juist groter zijn? Mag het juist een andere architectuur zijn? Dat is best heel erg lastig en wij hebben ervoor gekozen dat het best iets anders zou mogen zijn. Daarmee zou het nog best passend kunnen zijn. Ja? Kortom... Ja, ik heb er niet een andere smaak bij gekregen vanavond, omdat ik de bezwarende opmerking van de buurt op dit punt wel kende. Ja? Mevrouw Van Hoek, uw medevraag. Ja, mijn eerste vraag. Een verduidelijke vraag wordt hier gezegd, maar ik ben een beetje confuus. Mag ik u vragen, wethouder, hoe lang het
hele traject van het plan opstellen. En u als de wethouder heeft gekeken naar of het inpassend is. Hoe lang dat traject ongeveer is geweest van begin tot nu? Nou, kijk even naar mijn ambtelijke ondersteuning. Een jaar? Langer? Meer dan een jaar? Meer dan een jaar, dus vanaf het begin. Omdat een gemiddelde burger die daar woont... Ja. Voor een simpel dakkapelletje of een aanbouw ellenlang bezig is met de welstandscommissie om te komen tot een goed plan wat goedgekeurd gaat worden. En Hardenberg lijkt de neiging te hebben, omdat alles wat historisch is en kwetsbaar en behouden zou moeten blijven, om ver te gooien onder de noemen van vooruitgang. Is het denkbaar dat, ondanks het feit dat er anderhalf jaar tijd in geïnvesteerd is, om reëel met deze hele grote groep die allemaal eromheen woont en niet... aan het eind of waar dan ook, om tafel te gaan zitten wat dan wel haalbaar is en wat volgens hun visueel inpasbaar is. Kan dat? Zou dat kunnen? Ja, dat bepaalt Dank u. Of u zegt over 14 dagen, wij vinden het een waardeloos plan, begin maar opnieuw. Ik zeg het nu even heel kort door de bocht. Of u zegt, wij willen het aanhouden, want we willen dat u. Of u zegt, we nemen het aan. Dat bepaalt u. Wij hebben in het college, en ik heb ook aangegeven dat we daar aan het begin best wat aarzelingen hebben gehad en dat het middels aanpassing dit is geworden. Ja? Wij denken dat dit een haalbaar plan is, zowel fysiek, visueel, passend enzovoort. Maar als u vindt dat dat niet zo is en u vindt dat ik met deze opdracht terug moet of dat, ja, dan is dat uw goed recht. Ja? Dus nu aan mij vragen, wil u terug? Dan zeg ik, nou, dat is nu niet het moment, lijkt me. Ik leg dit plan aan u voor. En u beoordeelt of u dit wel of niet wil. En over 14 dagen krijg ik daar wel uitsluitsel over. Voorzitter, mag ik één vraag stellen over mijn eerdere vraag? Mevrouw Waarslag, ik weet niet of... Ik ben nog niet door de vraag heen. Want dat gaat eigenlijk voor wat mevrouw Van den Hoek zegt. Heeft u nagedacht over een alternatief plan? En ik hoor u alleen maar zeggen, het lijkt ons haalbaar. Maar dat is geen antwoord op. Heeft u nagedacht over minder massaal en minder hoog? Ik ben niet bij alle gesprekken geweest, dus dat zal ik even na moeten vragen. Want ik heb zelf niet bij de gesprekken gezeten, dat is ambtelijk uitgevoerd en met wat adviseurs van buiten. Dus daar moet ik het antwoord even op schuldig blijven af waar andere alternatieven zijn geweest. Wij hebben in de eerste fase hebben we een plan gehad en die is wat bijgesteld. En had wel veel van deze weg, maar bijgesteld. Ja, en is uiteindelijk op dit uitgekomen. En of er alternatieven zijn bekeken, weet ik niet. Dan moet ik het antwoord op schuldig blijven. Dat is ook de vraag van de heer Breukelman. Even teruggekeken naar een tweede of een gebouw met twee verdiepingen. Ja, voorzitter, ik zie iedereen zijn vraag uit de eerste termijn opnieuw stellen. Ik wacht gewoon het antwoord nog even af. Kan daar een gebouw komen met van één laag? Ja, dan zul je ook goed stedenbouwkundig moeten kijken of dat wel passend is. Hè? En daar hebben wij daar hebben we ook onze deskundigheid voor om daarnaar te kijken. En de ontwikkelaar zelf of de ontwikkelende partij zal moeten kijken of dat financieel acceptabel is. Dat zijn de kaders. En het is niet aan mij om nu te zeggen, nou doe maar twee. Ja? Dus dat, als u dat wil, dan moet u dat de volgende keer aangeven. En dan hoort u wel of er een ontwikkeling komt of niet. Ja. Past dit in het woonplan? De aantal woningen past in het woonplan. Er is alles wat we tot nu toe hebben, is daarin meegenomen. Ja? De relatie met Marslanden. Nou, de ladder duurzame verstedelijking gaat niet over plekken als deze. Het heeft wel wat effect, want je zult als je een uitleggebied gaat ontwikkelen, Marslanden 2, zul je moeten aantonen wat je nog aan binnenstedelijke ontwikkelingsmogelijkheden hebt. Voor welke doelgroep? Ja? Dus als je zegt, dit is een doelgroep voor de jonge senior, dat in Marslanden 2 zullen ook heel veel jonge gezinnen komen. Ja? Dus de ladder duurzame verstedelijking, een bezwaar maken op basis van de ladder duurzame verstedelijking in deze, heeft met de kennis die ik ervan draag, hè, en die ook mijn adviseurs ervan hebben, heeft geen effect. Bezwaar maken op Marslanden 2 in het kader van de ladder duurzame verstedelijking, dat zijn de gebieden waar de ladder duurzame verstedelijking, met name ook bij de Raad van State, nogal zijn invloed heeft. Ja? Voorzitter, mag ik nog even wat verder verduidelijkend, maar ook even nog korte toelichting geven wat ik nog meer beoogd heb met deze vraag. Het gaat mij ook om van, ik gaf aan van, er zijn wellicht meerdere locaties waar gebouwd zou kunnen worden. En er zijn meerdere ondernemers in Hardenberg die bepaalde plannen hebben om... wat te realiseren op verschillende locaties. En het gaat mij, en ik heb in het begin van de avond heb ik het woord willekeur gebruikt. Ik zal dat nu niet doen. Ik zal het voorspelbaarheid noemen.
Het zou toch mooi zijn als we als gemeente voorspelbaar zouden kunnen zijn waar locaties ontwikkeld kunnen worden en waar niet. En volgens mij is daar bij uitstek de ladder duurzame verstedelijking daarvoor voor ontwikkeld. En met name om ook tot betere inrichting van de steden te komen. En ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrekken dat er de voorspelbaarheid wat minder is dan dat ik had gehoopt met deze ladder te zien. Voorzitter, dan moet ik concluderen. En dat zou bij ons kunnen liggen dat u het overzicht mist van de locaties in het centrum die nog voor woningbouw zijn bestemd, want dat hebben we gewoon inzichtelijk. Als u in de nota grondexploitatie kijkt onder het centrumplan, dan ziet u gewoon de verschillende locaties en het aantal woningen wat daar al is geprognotiseerd. En daarnaast heb je nog een serie, ja, dat zijn onze eigen gebieden, want daarom staan ze in de grondexploitatie. Daarnaast zijn er nog gebieden die in bezit zijn van anderen, die ook nog een ontwikkeling zouden kunnen krijgen, maar dat is afhankelijk van het moment dat de aanvraag komt. Ja, en ik heb ook in mijn vraagstelling meegenomen van, zou het niet eens mogelijk zijn om wat breder te kijken, ook naar de leegstand die er op dit moment in Hardenberg is, en daarmee kijk ik ook naar de centrumleegstand. Ik weet dat het een ander onderwerp is dan woningbouw, maar het gaat wel over de visie die je hebt op het stedelijk gebied in Hardenberg. Ja. En als je dat erbij meeneemt, krijg je volgens mij een hele andere discussie en een hele andere uitkomst van deze ladder. Nou, volgens mij haalt u een paar dingen door elkaar. Wij zijn hier volop bezig. Dat klopt, want dat doe ik ook bewust. Ja, oké. Wij zijn volop bezig en daar is burgemeester Snijder portefeuillehouder van om in dat centrumgebied, en we hebben een centrumactieplan, zeg maar even, waar we de komende tijd mee naar buiten zullen komen. En dat gaat met name over de vitaliteit in het centrum. Dat heeft met winkels te maken, heeft met horeca te maken, heeft ook wel met wonen te maken en bestemmingen. En hoe kunnen we zorgen dat het kernwinkelgebied geconcentreerd blijft. Daarnaast heb je het hele woonverhaal. En dat op een of andere manier haakt dat in elkaar. Als je programma voor wonen gaat maken voor de komende jaren, dan zul je rekening moeten houden dat er wel eens wat detailhandelsbestemmingen kunnen verkleuren naar woningen. Dus daar moet je woningen voor reserveren in je woonplan. Ja? Maar dat doe je vanuit een bepaalde visie. Ja? En die woonvisie die hebben we vastgesteld. Dat moet nog in prestatieafspraken met corporaties en eventueel met anderen worden vervat. En de impact van de centrumvisie, en dat is dan met name detailhandel, horeca enzovoort, heeft daar invloed op, omdat er waarschijnlijk ruimte vrijkomt om te gaan wonen. Ja? Zo haakt dat in elkaar. Maar de ladder duurzame verstedelijking vraagt niet van ons voor het binnenstedelijk iets, alleen maar een inventarisatie van wat zijn de mogelijkheden en voor welke doelgroepen kan er nog gebouwd worden. En als je wilt bouwen in weiland, dan betekent het dat je binnenstedelijk daar de ruimte niet meer voor hebt. Of de ruimte niet, of niet voor die doelgroep. Of er is een buurgemeente die nog wel heel veel ruimte heeft en heel veel kavels heeft. Er kan ook een afweging zijn voor de Raad van State om te zeggen, u mag niet bouwen. Zo werkt de ladder duurzame verstedelijking. Even samengevat. Wij denken dat dit plan acceptabel is in dit gebied. Acceptabel vanuit de kwaliteit, de stedenbouwkundige kwaliteit. Wij denken dat die acceptabel te maken is, maar het concrete bouwplan, want u heeft net wel wat gezien, maar het concrete bouwplan is nog niet ingediend. Dus daar kan ik nog niks over zeggen, dit is slechts een bestemmingsplan. Maar dat er, om het ook acceptabel te maken, dat er nog wel wat aanpassingen in mogelijk zijn. Ja, we hebben het gehad over lamellen, over erfafscheid. Dat zal dus meegenomen moeten worden in de bouwaanvraag, in het bouwplan of in de omgevingsvergunning bouwen. Dat is de opvatting van het college. En als het anders moet, enzovoort, dan kan u dat aan ons vragen. Maar er zal een ontwikkelaar zelf zijn reactie op moeten formuleren. Van, is dat voor mij wel mogelijk? A, financieel. Ja, en voor ons ligt er dan altijd de vraag, is dit stedenbouwkundig en qua inpassing behoort het dan tot de mogelijkheden? Voorzitter, zou ik daar een aanvullende vraag mogen stellen? De wethouder begint zijn betoog met dat er eerst mogelijkheden waren, na het actualisatieplan wat minder. Nou, laat ik dan daarvan zeggen dat dat gevolg is van veranderend beleid. Nu komen we op die hoogte. Nu zegt van ja, het alternatief, daar ga ik niet over. Dat begrijp ik. Maar het is dus niet zo dat u al van een alternatief op de hoogte bent van dat twee lagen bijvoorbeeld wel zou kunnen of dat het volledig uitgesloten is. Ik ben daar niet van op de hoogte. Ik wil toch nog wel even één ding aangeven. Waarom is er toen uitgegaan van een actualisatieslag? Dat is om ontwikkelingen in het centrum van Hardenberg in controle te houden. Ja? We hebben binnen het centrumgebied, en iedereen weet wel, ja, dat is blok A of 1, 2 en 3, dat gebied. En daar een ring omheen, daar hebben wij een bestemmingsplan voor gemaakt. Omdat we wilden dat daar die ontwikkelingen plaatsvonden.
ergens anders ontwikkelingen, daarvan hebben we gezegd, dat willen we wel een beetje in controle houden, dat maar niet overal tegelijk allerlei ontwikkelingen gaan en straks alles half vol of half leeg is. Daarom is dat actualisatieplan gemaakt. Nou, nu hebben we het centrumgebied hebben we redelijk gehad. Dan zeg je van, nou, nu kun je die plannen die bij derden op stapel lagen, kun je successief gaan beoordelen. Ja, en ik heb ook alleen maar aan willen geven met dat plan, bestemmingsplan, het vorige bestemmingsplan, dat er altijd mogelijkheden geweest zijn in de hoogte. Ja? Qua volume, nou, daar heb ik, dacht ik, het nodige van gezegd. Ik heb volgens mij het wel zo'n beetje gehad hier. Ik mis nog de parkeerdruk. Parkeerdruk, ja. Ja, daar is gewerkt met in dit land geaccepteerde normen. Ja, dat is een beetje flauw, maar zo werkt het wel. En in situaties als mensen met kantoren en wonen, daar mag je in enige mate gebruik maken van tellingen in het kader van dubbelgebruik. Dat doen wij op veel meer plekken. Ja? Dus voldoet aan de normen. En ik kijk eventjes naar mijn ambtenaren. Ja, dat is de norm, de CROW-norm is er gewoon op losgelaten, toch? Hè? De landelijke norm zoals die voor dit soort situaties geldt. Ja? Ja, voorzitter, als ik me niet vergis, zitten daar ook nog wel bepaalde marges in ja. Die berekeningen. Ja. Bent u het niet met me eens dat het een beetje misschien krom in het voorstel staat om enigszins te richten op een wat oudere doelgroep en dan ook te richten op een minimale berekening voor het parkeren? Oké. Okay. Zal ik even na moeten kijken? Heb ik zo even niet paraat. Zal er in het verslag zal ik erop terugkomen? Denk ik dat we tot nu toe de vragen beantwoord bijna hebben. Allemaal. Bijna? Oké, okay. Ja. Heb ik er nog één gemist? Nou, ik mis in ieder geval de beantwoording op mijn vraag om een reactie op welke subjectiviteit krijgt de voorkeur. Ik hoor u nu al een paar keer in uw betoog zeggen, ik denk dat het kan. En u heeft volgens de letter der wet zeer waarschijnlijk gelijk. En ook vanuit dat oude bestemmingsplan bouwhoogtes, tuurlijk. Maar we hebben het wel over dus nogmaals enkele tientallen bewoners, direct omwonenden, die zeggen wij vinden van niet. Mm-hmm. En dan kunnen we wel externe deskundigen laten zeggen dat het wel zo is. Ja. Maar dat blijft die mening van die direct omwonenden nog bestaan. En dus is mijn vraag, kunt u alstublieft reageren op hun betoog, maak het gewoon wat minder groot en stel grenzen aan die bebouwing. Want dat kunnen wij volgens mij ook. Dank u wel. Oh, en voorzitter, mevrouw Luijten, ik heb een aanvullende vraag, of een aansluitende vraag op meneer Roodmond. Omdat als ik naar het betoog van de wethouder luister, dan word ik enigszins ongemakkelijk dat kennelijk criteria in een welstandsnota en dergelijke toch wel heel subjectief worden. Want ik hoor u een aantal keer zeggen, ja, het gaat niet over mooi of lelijk, of wij vinden het wel mooi of niet, en de buren niet. Terwijl, als het zo subjectief wordt en we hebben niet een onderbouwing voor de argumentatie die in dit stuk staat en waarvan ik al heb aangegeven dat in ieder geval voor onze fractie nog niet overtuigend genoeg is, dan ben ik heel benieuwd naar de onderbouwing daarvan. Want als wij verder geen andere argumenten krijgen, dan blijft het ook zo subjectief. En dan kan ik u alvast heel subjectief vertellen dat ook voor onze fractie dit wel een heel massief volume is op die plek. Waar als wij rondkijken dat niet zomaar zien passen. Oké. Voorzitter, mag ik nog even een aanvullende vraag stellen over het parkeren? Want dat is me nog niet helemaal duidelijk. Dat mag. Volgens mij is er toch sprake van te weinig parkeerruimte. En dan zie ik dus gebeuren dat de auto's gaan parkeren op de Gransbergenweg. Nou, ik denk dat dat niet verstandig is. Kunt u nog laten onderzoeken dat de parkeerruimte uitgebreid wordt of een ander percentage erop wordt losgelaten? Ik heb toegezegd dat ik in het verslag nog even terug zal komen op het parkeren. En ik denk dat het goed is dat ik dan uw punt even meeneem. Ik bedoel, u moet volstrekte helderheid hebben welke norm is gehanteerd en wat zijn de consequenties als het niet past. Ja, dat zullen we aan u doen toekomen. Ja, kijk, de heer... De fractie van D66, voorzitter, vraagt van mij ja, of ik met subjectiviteit en dat soort zaken. Ik zou alleen willen zeggen, wij bieden u dit plan aan. En wij denken dat dit plan kan op basis van adviezen, op basis van stedenbouwkundige uitgangspunten, op basis van welstand. Ja, dat is de situatie ja, die u aantreft. Wij denken dat het past. Ja? En ja, is dat subjectief? Ja. Op basis van wat we zelf hebben afgesproken in welstand, nou, er wordt iets over gezegd van, nou, ja, is dat dan wel goed toegepast? Nou, dan zullen we dat moeten verduidelijken. Ja?
Het is categorie 1 is aangegeven, categorie 2 is zware welstand, 0 is niks en 1. Ik noem het altijd even een beetje, maar er zitten wel wat criteria onder. Dus ik stel voor dat ik in ieder geval qua welstand en qua volume en qua parkeren u aanvullende informatie doet toekomen. Ja? En ik hoop dat het binnen die periode lukt en anders dan zullen we u moeten verzoeken, de agendacommissie moeten verzoeken dan wat later in de tijd op de agenda zitten. Ja, want ik denk dat u daar recht op heeft om in ieder geval het gevoel van subjectiviteit en willekeur, zou ik bijna zeggen, dat u dat, niet met dat gevoel naar huis moet. Ja, ik kijk naar de heer Bak. Dank u wel, wethouder. Ik dacht het alleen maar namelijk. Dus, ja. Ja, ik zei, ik kan ook gedachten lezen zo langzaam zeker. Ik stel voor dat we op die drie punten zorgen voor een verduidelijking en een aanvulling. Ja, dat we dat proberen voor de volgende vergadering ruimschoots aan u te doen toekomen. Lukt dat niet, dan moet hij eigenlijk even op een andere agenda tijdstip. Voorzitter, klein puntje daarbij misschien nog. Ja, als ik mijn hand over vraag, dan zegt u het maar. Maar goed, ik hoor meerdere fracties ook zeggen, inclusief die van mijzelf. Kunnen we ook naar alternatieven kijken samen met de initiatiefnemer, omdat we dan gelijk alle antwoorden hebben? Dan ja, vind ik een vertraging in de besluitvorming nog niet eens zo'n ramp dan. Ik zal het meenemen. Ik weet niet of het lukt, maar ik neem het in ieder geval mee. Dat is dan toezegging nummer 4. Ik kijk de zaal rond en stel de vraag of er behoefte is aan een tweede termijn. Inmiddels derde termijn, als jullie nog even doorgaan. Nee. En dan is de volgende vraag, komt het als... Nee, ik denk dat dat geen vraag is. Het wordt in een bespreekstuk naar aanleiding van de nog te ontvangen informatie. Dat brengt ons bij agenda punt 5. 6, sorry. Deelname aan de Stichting Ondernemershuis. Wie mag ik het woord geven? Ik zie mevrouw Kloekhorst, ik zie meneer Rodemond, ik zie meneer Gelling, ik zie meneer Wilds, ik zie mevrouw Baarslag en ik zie meneer Van der Valk. Ah, meneer Botter, mijn excuus. Ik geef het woord aan de heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. De verwachtingen ter zake van het ondernemershuis waren als onderdeel van uw economische agenda al niet bijzonder hoog. Maar u weet de VVD-fractie desalniettemin met deze presentatie ernstig teleur te stellen. En wij zijn niet de enige, naar ik begrepen heb. Volgens mij zijn er meer fracties die wat kritische kanttekeningen hebben bij de productie zoals die voor ligt. Ik zal er dus een paar punten uithalen, omdat ik onder andere weet dat mijn linkerbuurman, meneer Wilds, de zaken zal aanvullen. Ik doe het daarmee niet tekort. Een paar zaken gaan ons aan het hart. Ik heb al wat kritische kanttekeningen geplaatst bij de presentatie, zoals gezegd. Maar wat ik hier mis, is een uitwerking van datgene wat toen al bleef liggen. Dat is heel praktisch, voorzitter, de vraag wie nou de medeparticipanten zijn aan deze stichting. Vervolgens worden er genoemd hier in de economische uitvoeringsagenda dat u graag de vinger aan de pols wil houden bij de uitvoering van beleidsdoelen. Maar er is geen enkele eiking daarvan gegeven. U wilt wel iets, maar hoe dat uit te voeren, hoe dat te controleren en hoe, dat, hoe daarbij vanuit de raad de vinger aan de pols te houden, dat blijft dan in het midden. Dan uw financiële deelname. U zegt dat u participeert en financieel de drager bent. Maar vervolgens constateert u ook in een stuk dat er risico's relatief beperkt zijn. Nou, zonder enige begroting of financiële duiding van dit soort risico's is dat voor ons betreft te onduidelijk om daar instemming aan te verlenen. Dus veel vragen. Ik hou het hier even bij ter zake van dat wat hier ligt. Ik denk dat daar wat ons betreft te veel onduidelijkheden zijn om er in deze vorm mee door te gaan. Het lijkt op een kerstboom die u optuigt waar weinig van terecht gaat komen. En dat lijkt mij buitengewoon onwenselijk. Per slotverrekening nog enige irritatie onzerzijds dat u dit stuk toch vergezeld laat gaan van een uitnodiging voor de opening alvast. Dat doet vermoeden dat u de besluitvorming op zijn zachtst gezegd niet helemaal serieus neemt. Dan nog de onpartijdigheid die u hierin heel duidelijk onderstreept. En die laat u vergezeld gaan van een pagina grote foto van de Rabobank. Waarmee in de beleving van onze fractie in ieder geval de onpartijdigheid niet gewaarborgd is. Alles in elkaar wat ons betreft geen goed stuk, misschien wel een slecht stuk.
Maar laat ik graag aan de beoordeling van anderen over. Wij zijn al niet zo'n voorstander van het ondernemershuis. Dat klinkt raar, want juist wij liberalen worden geacht ondernemers hoog in het vaandel te hebben. Dat hebben we ook. Alleen de betrokkenheid van de gemeente daarbij stellen wij in deze vorm zeer ter discussie. Wat ons betreft hoeft dit ondernemershuis in deze vorm niet. En zou u toch besluiten daar uitvoering aan te willen geven, dan zult u dat wat ons betreft zeer veel beter moeten onderbouwen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Gelling. Ik ga naar de heer Wilds. Dank u wel, voorzitter. Dan zal ik de VVD proberen aan te vullen. Ik heb nog wel een paar vragen aan de portefeuillehouder. De ChristenUnie-fractie verzoekt de portefeuillehouder aanvulling of toelichting te geven op de volgende punten. In het raadsvoorstel staat: de gemeenteraad wordt voorgesteld om te besluiten om kennis te nemen van de oprichting en deelname van de gemeente aan de stichting Ondernemershuis. Nou, de brief van het college is voor de ChristenUnie-fractie onduidelijk. Is de brief nu ter kennisneming of ter besluitvorming? En wat besluiten we nu precies? Dat is voor ons niet helder geworden. Dus ik hoop dat u dat nader kunt toelichten. Daarnaast, de ChristenUnie-fractie vindt het in principe onjuist dat de gemeente op de stoel van de ondernemer gaat zitten. In het verhaal worden 4 argumenten daarvoor genoemd om actief te participeren. Om actief te participeren in de stichting. En dat geeft ons de indruk dat de gemeente op de stoel van de ondernemer gaat zitten. En voor ons is het argument van het spelen van een verbindende rol, dat is één van de argumenten, voldoende en volgens ons ook het enige juiste argument. Tot slot zouden we graag een aanvulling ontvangen op de volgende punten. Een financiële onderbouwing, zodat ook de financiële risico's duidelijk worden, dat geldt de VVD ook al aan, en welk resultaat over een bepaalde termijn door de Stichting Ondernemershuis moet zijn behaald. Dat is ons niet duidelijk welk resultaat of beoogd resultaat er aan de grondslag ligt aan dit ondernemershuis. Daar wil ik voorlopig bij laten. Dank u wel. Mevrouw Paarslag, u had zich niet gemeld. Wel. Ja, oké. Okay. Bij deze. 3 keer scheepsrecht, hè? Voorzitter. Leefbaar Hardenberg heeft er zoveel vragen over dat wij ze maar in de technische vragen hebben gedompeld. En daar hebben we verschillende antwoorden op gekregen. Het gaat er een beetje om dat wij nog wel eens hier in het verleden ook een tool hebben gecreëerd wat geld kostte. En waar wij van vonden dat er te weinig uitkwam. Hoe monitor je dat? Hoe meet je dat? Dus wij hebben vragen gesteld in het kader van de activiteiten worden bepaald door het bestuur van de nieuwe stichting. Nou, wie is het dan het bestuur? En waar bestaat dat uit? Waar moeten de financiën vandaan komen? We hebben antwoord op dat financiële verhaal dat het 50.000 euro gaat kosten per jaar over de aankomende 3 jaren. We hebben een vraag gesteld over belangenverstrengeling. En waar komt het idee nou een beetje vandaan? Hè? Zijn er gemeentes die hierin zijn voorgegaan, die succesvol zijn geweest? Wat is eruit gekomen? Als we bij elkaar naar de omvang van de begroting hebben gevraagd, en dat wordt ook allemaal mevrouw niet duidelijk. Mevrouw Barnslag, pardon? Wat u gevraagd heeft en waar u antwoord op heeft gekregen. We hebben al antwoorden gekregen op de risico's, op aanvullende zaken. Ik zou graag de vragen willen horen die u op dit moment aan de portefeuillehouder wilt stellen. We willen duidelijkheid hebben over een gemeente die moet participeren in een ondernemershuis. Wie zijn de bestuurders die daarmee te maken hebben? Die subsidies die van Europa moeten komen, die in voorbereiding zijn. Zijn er gemeentes van die daar succesvol in hebben geopereerd? Belangenverstrengeling van een gemeente die participeert in een ondernemershuis. Nou, en alle vragen die al gesteld zijn, sluiten we ons bij aan. Want het is. En dan hebben we het ook nog even gehad over de tekst. De tekst van die flyer die erbij zat, die folder. Daar hapert de textueel nog wel even aan. Dus ik sluit me Dank aan bij wel. De onder vorige vragen. Ik geef het woord aan de heer Van der Valk. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hou wel van korte en krachtige stukken, voorzitter. En dit stuk is wel vrij kort, maar of het krachtig is, daar hebben we dan wel een paar vragen bij eigenlijk. De meeste Die gaat zijn u eigenlijk vast ook smart formuleren.
ook al gesteld op het financiële vlak. Die paragraaf die is niet ingevuld naar mijn idee en daar wil ik toch wel graag wat over weten. De gemeente is de belangrijkste participant, staat in het stuk. En ik wil toch ook wel iets weten van wat zijn dan de andere participanten. Waarschijnlijk ook de Rabobank, want ik heb ook inderdaad die mooie flyer bekeken. En ja, hoe zit het dan met onze onafhankelijke positie? Maar een punt wat nog niet genoemd is en waar wij toch wel heel veel waarde aan hechten vanuit de CDA-fractie is... op dit moment hebben wij nog steeds een ondernemersstartpunt waar wij ons altijd hard voor gemaakt hebben. Een ondernemersstartpunt wat juist jonge ondernemers die beginnen soms vanuit een WW-situatie op weg helpt. Of ook afraadt als ze geen goed plan hebben. Dus een hele goede functie vervult naar ons idee. Die relatie met dat ondernemersstartpunt, dat vind ik nergens terug in dit verhaal. En ik zou niet graag dat ondernemersstartpunt ondergesneeuwd zien raken. Dus ik wil graag iets over die relatie weten. Dank u wel, mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Ja, een heleboel punten zijn eigenlijk door de andere fracties al aangegeven. Dat is een beetje mosterd naar de maaltijd. Maar ook onze fractie heeft het ontbreken van een goede financiële duiding. Wie zijn nou de medeparticipanten? Die vragen hebben wij ook. Daarnaast hebben wij ook onze bedenkingen over het aannemen van een regierol door de gemeente. Door deelneming in een privaatrechtelijke rechtspersoon. Hè, in relatie tot onze normale voorwaardende scheppende rol. Dus daar zou ik ook even van de portefeuille wat over willen horen. Ik vroeg mij nog af, want de economische visie is mede opgesteld door de werkgeversberaad Hardenberg. Of die daar nog een rol in hebben, dat was nog een vraag in ieder geval. Met het oog op de medeparticipanten. En wat mij ook opviel is dat in de presentatie in januari 2014 werd heel duidelijk aangegeven dat de rol van de gemeente eentje zou moeten zijn met minder verantwoordelijkheid voor zowel realisatie als uitvoering. En dit past toch niet bij het voorliggende raadsvoorstel. En ik heb daar de vraag bij gesteld of beschouwt het college de gemeente Hardenberg als een Hardenbergse ondernemer. Dus dat zou misschien daarin meegenomen kunnen worden. Nou, de financiën zijn al benoemd. De verbindende rol komt ook steeds naar voren in het stuk. En ook eigenlijk in alle voorliggende stukken. En ik heb daar de vraag gesteld van... actieve participatie van de gemeente... zou dat ook niet bewerkstelligd kunnen worden... door regelmatig overleg met zo'n stichtingsbestuur... met de contactfunctionarissen voor het bedrijfsleven... die wij hier in dit huis ook hebben... En de laatste vraag die gaat ging over de neutraliteit van de locatie. En volgens mij is dat ook door alle fracties benoemd. Dank u wel. Meneer Botter. Dank u wel, voorzitter. En met die laatste vragen van de PvdA zijn ook tevens alle vragen van op koers.nu gesteld. Ik dank u wel. Nou, dan als laatste de heer Rodermond. Dank u wel, voorzitter. Ja, het gras is niet alleen weggemaaid, maar ook inmiddels op de composthoop gelegd. Nog één vraag resteert mij. Het voelt als een forse investering. En wat krijgen wij dan terug? En dat hoeft niet per se natuurlijk een financiële rendement te zijn. Dat kan ook anderszins, maar daar graag een reactie op. En natuurlijk, de magere onderbouwing die ik hier en daar voorbij hoor komen... was inderdaad wel een van mijn eerste conclusies bij het lezen van dit stuk. Dus graag ook daar een reactie op van de portefeuillehouder. Dan geef ik het woord bij deze aan de portefeuillehouder, de heer Snijders. Dank u wel, voorzitter. Over zo'n mooi initiatief... wat hier voor ligt, veel vragen, kritische vragen ook. Dus daarom begin ik toch nog maar even weer met een algemene aftrap. En dat hoop ik daarmee ook een stukje verklaring te geven van waarom u vindt dat er nog heel veel onduidelijkheid is. En misschien is dat er ook wel, misschien ook niet. En wat de status van dit stuk eigenlijk is. Er is een economische visie gemaakt, werkgeversberaad. We hebben daar in mei ook bij stilgestaan. We hebben als gemeentebestuur toen gezegd van... ook vanuit het college, wij zijn niet degene die het economisch beleid maken. Dat leggen we neer bij de ondernemers. Zij weten waar ze hun boterham mee moeten verdienen over 5 à 10 jaar.
en ook morgen. En aan hun is gevraagd, dus samen met hun, onder een afhankelijk voorzitter, is gevraagd van kom nou eens op, hè, zeg nou eens waar moet het economisch beleid van de gemeente toe leiden. We hebben natuurlijk al de randvoorwaarden in de zin van bedrijfsterreinen die volop voorradig zijn in deze gemeente en waar gelukkig ook weer wat schot in zit, maar dat is een ander verhaal. We hebben onze accountmanagement op orde. We zitten bij de top 3 van MKB, vriendelijkste gemeente in Overijssel. Maar wat je ziet, en dat is een nieuwe ontwikkeling, die eigenlijk al een tijdje gaande is, is dat de kenniseconomie heel erg aan het opkomen is. En dat is ook de vraag vanuit de ondernemers geweest. Van zet daar nou veel zwaarder op in, want willen we werkgelegenheid houden, willen we productie houden, nieuwe dingen bedenken, hebben we kennisinnovatie nodig. En vanuit die kennisinnovatie is die economische agenda gemaakt. En die is dus vooral ook met de ondernemers gemaakt. En daar hebben we u een aantal keren op bijgepraat. Nou, dat valt samen eigenlijk met de wens vanuit deze raad die eerder is geuit. En daar is ook geld bij gedaan door zeg maar een ton, 100.000 euro per jaar extra beschikbaar te stellen om dat economisch beleid vorm en inhoud te geven. En eigenlijk is dit een van die dingen die daaruit voortkomt. Naast ook het ondernemersstandpunt, ik kom daar straks nog even op terug. En daarmee zijn we op pad gegaan en hebben we een economische uitvoeringsagenda gemaakt die op dit moment gewoon volop in de uitvoering is. Dat betekent dus bijeenkomsten organiseren, kijken waar rondom financieringsvraagstukken we samen kunnen werken, andere partijen inschakelen. En daarmee geven we eigenlijk invulling, en dat zie je ook in het maatschappelijk domein, waar het heel formeel is neergelegd bij die gemeente nu vanuit het Rijk. Maar in het economisch beleid zie je dat wat minder, maar daarmee geven wij invulling aan de terugtrekkende rol van de Rijksoverheid op het economisch beleidsterrein. Want eigenlijk heeft de Kamer Verkoophandel een enorm terugtrekkende beweging gemaakt. Sintens als organisatie heeft een enorm terugtrekkende beweging gemaakt. We hebben VNO, NCW, we hebben MKB, die zich ook terugtrekken op een grotere schaalniveaus. En eigenlijk geven we met het ondernemershuis en met de economische uitvoeringsagenda eigenlijk weer zorgen we dat het economisch beleid weer dichter bij die ondernemer hier in onze eigen gemeente terechtkomt. Het ondernemershuis is daar eigenlijk een voorbeeld van. En in die zin, nou, bent u misschien op verkeerd been gezet en dat vind ik dan heel spijtig, want wat we hier vragen is eigenlijk in het kader van een stuk uitvoering van het economisch beleid toestemming. En de ChristenUnie vroeg daar ook om van hoe moet ik dit voorstel nu lezen. Eigenlijk vragen we hier heel juridisch toestemming aan de raad om te participeren in de stichting van het ondernemershuis. We vragen u niet om het beleid verder vorm en inhoud te geven, want dat zijn eigenlijk al zaken, stappen die we hebben gedaan. Dus het is meer een juridische vraag die hier voor ligt van wil je principieel als gemeente deelnemen in die stichting? Nou, de argumenten die heeft u hier in het voorstel aangetroffen. Het belangrijkste is, het argument is toch die verbinding maken met die ondernemers. Ondernemers hebben daar ook om gevraagd. Die hebben ook gezegd van gemeente, net als bij het RTC bijvoorbeeld, ook eerder hebben gedaan van wilt u de eerste jaren in ieder geval aan boord blijven? Want u bent toch die regisseur een beetje hier. Wij zien zelf geen partij die dat zou kunnen oppakken. Wij zien niet het MKB die dat doet of de VNO-NCW. Zij willen best meedoen, maar ze gaan niet de kaart trekken in deze gemeente. En we hebben u als gemeente toch een beetje als onafhankelijk persoon, ja, onafhankelijk instituut, willen we u heel graag vragen om te participeren in die stichting. We participeren in die stichting met ondernemers. En er zijn een aantal ondernemers gevraagd op persoonlijke titel om deel te nemen in die stichting. Zonder last en ruggespraak, maar wel als ondernemer. Dat zijn een drietal ondernemers eigenlijk die daarin zitten, plus dan de portefeuillehouder economische zaken. Er zijn op dit moment 4 personen die stichting bemensen. Tenminste, de stichting die in oprichting is. En dat is ook de reden waarom we hebben gezegd van ja, nou, we vragen nu eigenlijk formeel juridische toestemming aan de raad om daarin mee te doen. En ik snap dat u zegt van ja, u steekt er wel 30.000 euro per jaar in, gemeenschapsgeld. Geld wat wij beschikbaar hebben gesteld in het kader van het economisch beleid. En het is misschien goed om te kijken hoe we, dat is een terechte vraag ook van de VVD-fractie, van ja, de doelstellingen die je nu hebt daarin. Wat ga je daar nou voor doen dan voor dat geld? En ook de vraag omtrent hoe ziet die begroting er nu uit? Ik denk dat het goed is om nog eens te kijken en aan te geven, want er ligt wel een concept, er ligt een begroting, maar die begroting is ook nog voortdurend in beweging, omdat we de kwartiermaker, moet ik zeggen, op dit moment partijen vraagt om te participeren. En het is wel
ondanks, hè, u bent daar kritisch op en dat is, nou, dat is prima. Maar we merken wel veel enthousiasme bij de dienstverlenende instellingen, maar ook bij de industriekringen. En de industriekringen hebben ook toegezegd om financieel te participeren in het ondernemershuis. En ook een aantal dienstverleners gaan ook financieel participeren. En ook de onderwijsinstellingen. Alpha College, waar ik vanmiddag nog weer mee heb gesproken. Deltion, Windesheim, Kennispark Twente willen participeren in het ondernemershuis Hardenberg. En het is zo, er was ook een vraag rondom, hè, zijn andere gemeenten hier nu ook mee bezig? Hardenberg is de eerste gemeente in Overijssel die dit nu doet. Want we kennen Kennisport Zwolle. Daarin participeren 19 gemeenten al. En we kennen Kennispark Twente, waarin voornamelijk ook de provincie investeert. Maar de provincie Overijssel heeft gezegd van in de uitvoering van het economisch beleid van Hardenberg, want we zien dat daar een vraagstuk is, we zien dat daar een, ja, een toch dat het die kern met die streekfunctie is, eigenlijk de hele gemeente, zeker in economisch perspectief. We zien Hardenberg een beetje als een pilot rondom dat ondernemershuis. En ze hebben dus ook de middelen voor de kwartiermaker die nu bezig is, hebben zij beschikbaar gesteld. En zij willen ook in de vervolgfase kijken hoe te participeren. Of dat financieel gaat worden, dat is nog niet bekend, omdat het nieuwe college daar nog geen uitspraak over heeft gedaan. Maar er zijn volop mogelijkheden en we merken nu, ook door de vorm van de stichting die we hebben gekozen, dat er middelen, dat de middelen beschikbaar komen, ook op Europees niveau. En we hebben dus nu ook een subsidieaanvraag gedaan in de richting van Europa om gelden binnen te halen voor dit ondernemershuis. Ik zie dat de heer Rodemond tweetal aanvullende vragen heeft. Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Allereerst graag een reactie van de portefeuillehouder op het gevoel dat mij in ieder geval bekruipt dat er toch een opeenstapeling van stichtingen en organen is die zich bezighoudt met de economische ontwikkeling. U zegt terecht, de Kamer van Koophandel trekt zich wat terug op dit gebied, maar we hebben inderdaad gewoon in Zwolle en in de regio Zwolle wel een orgaan zitten, waarom dan ook nog een keer een lokaal orgaan waar ook weer geld in gestoken dient te worden. En ik mis nog even, want u geeft wel aan, de begroting is nog in de maak. Ik denk niet dat er behoefte is om achter de komma precies gelijk de verantwoording klaar te hebben. Maar de vraag was inderdaad activiteiten die ontplooid worden in de uitvoering van die economische agenda. Kunt u in ieder geval op zijn minst daar wat voorbeelden dan in geven? Ja, dat zijn ook vragen die gesteld zijn nog door anderen. Is dit niet een dubbeling van initiatieven die er al zijn? We hebben gemerkt, en dat is ook door ondernemers zelf aangegeven in sessies die we houden. En we hadden in december hier een hele grote sessie. Dat ondernemers Kennispoort Zwolle soms als ver weg ervaren. We hebben gemerkt, want we willen eigenlijk geen nieuwe dingen doen. Maar we hebben gezegd, eigenlijk is het ondernemershuis Hardenberg een soort subvestiging van Kennispoort Zwolle. En dat kan aan de ene kant aanvullend klinken. Aan de andere kant denken wij dat we meer resultaten kunnen behalen door dichter bij die ondernemer hier in Hardenberg of in Dedemsvaartse te gaan zitten. Dus dat is de belangrijkste overweging om toch te zeggen, we hebben wel de behoefte, want die behoefte is bij ondernemers zelf geformuleerd. We hebben de behoefte om dichtbij toch iets te organiseren. Bovendien is dit een gemeente met ruim 4400 inschrijvingen in het handelsregister. Dus we hebben ook de nodige bedrijven hier. Dus we hebben voldoende body om dat zelf te willen. En dat is ook wat de provincie interessant vindt om te kijken van het is toch die kern met die streekfunctie. Hoe gaan we daarmee om en gaat dat rendement krijgen? Dus dat is niet gegarandeerd, maar dat is wel interessant genoeg om dat te proberen. En in die zin ziet de provincie dit ook als een soort pilot-achtig project. Mag ik even een vraag over stellen? Want is het niet zo, meneer de voorzitter, of mevrouw de voorzitter, naar meneer de voorzitter van de gemeenteraad, dat juist Eddy van Heijem, de gedeputeerde van de provincie, zich nogal kritisch uitliet toen u op de bijeenkomst met Willem Vermeend uw initiatiefplannen daartoe ontwikkelde? Ik heb geen idee waar u op doelt. Het feit is dat het college in ieder geval middelen beschikbaar heeft gesteld voor een kwartiermaker. Dus dat duidt er niet op dat ze dit initiatief niet zien zitten. Sterker nog, wij zijn samen met de provincie bezig om, wat ik net al zei, een Europese aanvraag in te dienen om ook steun te krijgen voor dit ondernemershuis.
Dus het is in de lijn van onze eigen economische visie, maar het past ook in de visie van de regio Zwolle, zeg maar. Daarin loopt het mee. En we doen geen dubbelingen, maar we kijken vooral waar we die verbinding kunnen leggen tussen het lokale en wat er in de regio gebeurt. Ja, en vandaar ook de vraag nu die voor ligt om die juridische vorm die we daarvoor kiezen en die ook formeel moet worden gevraagd aan uw raad, maar ook formeel moet worden gevraagd aan het college van GS, wat ook is voorbesproken, om die hier te formaliseren. Nou, ik denk dat dat op dit moment, ja, nou, het ondernemersstandpunt, als we dan kijken inderdaad van vorm en inhoud, wat gaan de activiteiten worden? Er is een activiteitenschema beschikbaar. Ik zal zorgen dat uw raad daar toch even gewoon inzicht in krijgt. Dat zullen we bij het verslag voegen. Ik zal ook vragen om in ieder geval ook inzicht te geven in de begroting zoals die er op dit moment ligt. Want die is volop in ontwikkeling eigenlijk. Maar we hebben gezegd van ja, we willen eigenlijk geen tijd verliezen. En dat komt bij u misschien een beetje over als van ja, nou, u begint maar, het is nog niet helemaal duidelijk. Maar we hebben gezegd, we gaan van onderop met die ondernemers samen. Er is behoefte. En laten we nou werkende weg met die kwartier maken, laten we wel van stad gaan. En daarom is ook gekozen om toch een openingsmoment neer te zetten. Omdat ook nu al, in het kader van die economische uitvoeringsagenda, al heel veel activiteiten worden georganiseerd. En dat zijn we daarmee bezig, zeg maar. Nu. Mevrouw Kloorst. Ik heb wel even een vraag aan de portefeuillehouder. Er zijn een aantal Harrebergse ondernemers, hè, die hierbij betrokken zijn. De uitvoeringsagenda is ook opgesteld voor die Harrebergse ondernemers. Zijn zij daarom dan ook niet de meest aangewezen partijen om een rol te hebben binnen die stichting? En dan kom ik even weer terug naar die rol die wij als gemeente hebben. En de vraag die ik gesteld, wij zijn voorwaarden scheppend en nu... Komt daar dus een deelneming in het privaat-publieke segment? Ja, nee, dat klopt. Voorzitter, mag ik daar nog een... De bijdrage is een bijdrage van 30.000 euro. En de deelname van de portefeuillehouder. De begroting, ik weet niet waar die zit, maar zit nu rond de... totaal, kijk even naar de ambtelijke vertegenwoordiger, rond de... Richting 2 ton. Dus wij zitten daar nu voor 30.000 in en de andere middelen komen van of ondernemers of van andere instanties. Dan wel verenigd via de industriekring of wat dan ook. Dus onze rol is eigenlijk uiterst beperkt zelfs. En dat moet ook. Volgens mij is dat ook veel beter om dat op die manier te organiseren. Wat we doen... Bouwbaarslag. Niet dat ik u wil interrumperen, want misschien komt het antwoord wel voordat ik de vraag stel. Maar u heeft het over dat het een subsidie van de gemeente van 30.000 euro op jaarbasis is 50, hè? Ik heb tenminste dat antwoord gekregen als 50. En nou is mijn vraag een beetje, we hebben hier natuurlijk allerlei industriële kringen in Harderberg, in verschillende kernen. Daar hebben we in het verleden een overkoepelend orgaan opgezet. Waarom denkt de gemeente dat ze iets beter kunnen creëren of meer eruit kunnen halen dan wat die overkoepelende industriële kringen al hebben gedaan? Ja, het is zo dat er was een overkoepelende kring. Die bestaat inmiddels niet meer. Dus daar vinden geen activiteiten meer plaats. En we zien dat de afzonderlijke kringen, Averees heeft nog een industriekring, Harderberg heeft een kring... Om heeft een kring die overleggen wel met elkaar, maar de kringen beperken zich tot nu toe voornamelijk tot heel erg het facilitaire gebeuren, het parkmanagement om het zo maar te noemen. En het lukt de kringen niet, en dat willen ze wel graag, maar daar hebben ze niet de middelen en de capaciteit zelf voor, om het zo maar te zeggen. Ook hun achterbannen niet, de brancheorganisaties, het lukt ze niet om die gemeenschappelijke agenda te maken, maar goed, eigenlijk ligt die er al. Die gezamenlijke economische agenda, want die hebben we hier met elkaar gemaakt. Dat is die economische visie weer, waar we die uitvoeringsagenda onder hebben hangen. En daaraan hebben de industriekringen, maar ook de ondernemersverenigingen, die hebben zich daaraan gecommitteerd, al eerder. Dus dat is eigenlijk heel duidelijk de koers die we nu varen en waar ook de industriekringen, maar ook de andere ondernemersverenigingen zich achter hebben geschaard. We hebben gezegd van oké, die focus die jullie daar hebben aangebracht, die we eigenlijk met elkaar hebben aangebracht, die delen wij en laten we daarop gaan inzetten. En het ondernemershuis,
met de uitvoeringsagenda die daaronder hangt, is niks meer of minder dan de agenda die de ondernemers eigenlijk zelf hebben gemaakt. Ja, dat begrijp ik. Alleen waarom denkt de gemeente dat ze er wel iets als doel uit kan halen, wat in het verleden dus kennelijk niet gebeurd is? Waarom kan er, denkt u dat als gemeente dat wel gaat lukken? Nou ja, wij zijn een van de participanten in die agenda en wij brengen partijen bij elkaar. Omdat wij door de ondernemers en door de verschillende ondernemersverenigingen als meest onafhankelijk instituut hier worden gezien. Dus ze hebben ons gevraagd om in ieder geval te participeren en om mee te doen en om zodoende daar waar een ondernemer dat soms niet kan doen, een gemeente die verbinding veel beter kan maken. Hè. Niet alleen in de gemeente zelf, maar ook vooral in de regio. Met dat doel nemen wij deel. Dus op die manier proberen we dat vorm en inhoud samen te geven. En eigenlijk gaat dat heel erg voortvarend op dit moment. We lopen daar in vergelijking met andere gemeenten, met andere ondernemersverenigingen, heel erg voorop. VNO-NCW, MKB, kijken daarin ook heel erg naar hoe dat nu in Hardenberg gaat. En hebben gezegd van als dat goed gaat, en dat is ook die pilotachtige vorm die we nu hebben, willen we dat ook elders gaan introduceren. Voorzitter. Mag ik daar even een aanvullende vraag? Ik kom toch even terug op het ondernemersstartpunt. U noemde het op een gegeven moment wel. Maar ik wil daar toch graag naar wat verduidelijking. Wat is nou die positie van het ondernemersstartpunt en hoe is de relatie? Ik stel voor dat we de portefeuillehouder nu even zijn verhaal af laten maken. En dan kijken of er nog vragen open zijn. Dat is een punt inderdaad wat ik nog even had opgeschreven. Het ondernemersstartpunt, dat is ook iets wat in uw raad is gezegd. Van we willen eigenlijk de doorstap maken, of we willen de doorontwikkeling krijgen van een ondernemersstadpunt naar een ondernemershuis. Nou, daarmee geven we hieraan invulling. Maar wat we in de gesprekken merken nu, de kwartier maken, maar ook in het stichtingsbestuur in oprichting, is dat het ondernemersstadpunt heeft ontzettend goede dingen gedaan hier. Hè. Vele honderden mensen op jaarbasis worden geholpen. Niet iedereen wordt ondernemer, maar er zijn toch een aantal mooie ondernemers uit voortgekomen. Maar wat we merken is dat men zegt van ja, de capaciteit die daarvoor nodig is en de begroting die er nu ligt voor het ondernemershuis, dat gaat niet matchen. Dus we zijn nu aan het kijken en dan willen we in de tweede helft van dit jaar kijken of we daar helderheid en duidelijkheid over krijgen. Om te zeggen van nou, eigenlijk het ondernemersstandpunt zoals het nu functioneert, met daarbij ook nog ondernemers die in financieel lastige omstandigheden zitten, hebben ook een hulpvraag krijgen die daar kunnen ze doen. We willen kijken of het ondernemersstandpunt zoals nu functioneert wel aan te laten haken bij het ondernemershuis, maar in de huidige vorm door te laten gaan. Omdat dat eigenlijk heel goed is bevallen en ook voor een ieder heel erg duidelijk is. En daarmee wel onderdeel te laten worden van het ondernemershuis, maar in de huidige vorm ja, een soort een van de taartpunten zeg maar, die dan in het ondernemershuis mee gaat participeren. Dus op die manier gaat hij er wel onderdeel van uitmaken. Maar we gaan hem op dit moment niet in de financiering van die 50.000 meenemen. Dus dan moeten we in dit tweede deel van het jaar kijken hoe we dat verder vorm en inhoud geven. En nou, toevallig ook vanmiddag een gesprek gehad met Alpha College, die daar ook de nodige initiatieven in heeft genomen al. Om te kijken in hoeverre daar ook capaciteit beschikbaar kan worden gesteld om dat te realiseren. Blijft er naar, voorzitter, ik mag vragen, blijft er dan voor het ondernemersstartpunt dan nog voldoende financieringsmogelijkheid over naar uw mening? Dat zullen we nu in de komende periode moeten bekijken of daar ruimte voor is. En dat hangt ook vanaf welke middelen we in staat zijn om te verwerven binnen die begroting van het ondernemershuis. Zodat we daar ook kunnen zorgen dat de activiteiten die plaatsvinden, en dat is het uitgangspunt, de activiteiten die plaatsvinden in het ondernemersstartpunt, dat die in ieder geval door kunnen gaan. Het ondernemersstandpunt functioneert zoals we het eerder hebben afgesproken, nu tot het eind van dit jaar. Maar we hebben gezegd van eigenlijk vinden we dat gewoon door moet gaan. Want juist aan die onderkant heb je ook hele nieuwe initiatieven soms jonge mensen, maar in ieder geval gewoon nieuwe ideeën en nieuwe initiatieven die heel verrijkend kunnen zijn voor de lokale economie hier. Volgens mij, voorzitter, ik zit even te kijken. Participeren in de stichting, heb ik er iets over gezegd. De beleidsdoelen. Nou, de beleidsdoelen zijn inderdaad vanuit de visie geformuleerd. Maar die moeten nog nader vorm worden gegeven. We hebben eigenlijk gezegd van, we zijn heel erg activiteiten gestuurd. Dus we willen vooral kijken en afrekenen op basis van activiteiten die zijn geweest.
Want het is altijd heel lastig om, dat merken we ook bij Kennisport Zwolle, het is heel lastig om te zeggen van nou, we willen 5 bedrijven hebben opgericht of wat dan ook. Want je kan wel 5 bedrijven oprichten, maar het is de vraag of ze met een jaar dan nog bestaan, hoe bestendig het is, zeg maar. Dus we zitten veel meer op de activiteiten kijken van wat voor activiteiten willen we nou organiseren in de gemeente. En hoeveel ondernemers willen we nou in aanraking laten komen of in ieder geval innovatieve projecten samen met bijvoorbeeld onderwijsinstellingen als Winnesheim of met de UT Twente gaan opzetten. Dus we zitten veel meer in dat soort doelstellingen te kijken. En ik zal zorgen, dat is de afspraak, om in ieder geval de begroting zoals die er nu ligt nog eens even naar u toe te sturen. En ook een andere toezegging die ik had gedaan rondom de activiteitagenda, dat die ook naar u toe komt. Want er was ook vraag van D66 om aan te geven van wat gebeurt er nu zoal dan. Nog even de locatie, want dat was ook een vraag, een terechte vraag. We hebben een bewuste keuze gemaakt voor een speler. Dat klopt. En dat is gedaan niet zozeer om de speler nu te helpen, maar om te zeggen van ja, we hebben toch nog steeds beperkte middelen beschikbaar. We kunnen de middelen gaan steken in huisvesting, in stenen. Maar laten we dat nou niet doen. Laten we nou ergens gaan zitten waar we niet geconfronteerd worden met huisvestingslasten. Er is gekeken naar het gemeentehuis, er is gekeken naar het LOC. En eigenlijk kwamen een aantal ondernemers tot een conclusie dat die zeiden van ja, maar we willen eigenlijk in een soort economische omgeving zitten. Daarbij gevoegd dat in dit geval de instelling waar u die zo mooi op de foto zag, heeft aangegeven van wij willen daar ruimte voor geven, we willen faciliteiten beschikbaar stellen. En op die manier ook een bijdrage leveren aan die economische agenda. Zijn we tot eigenlijk een deal gekomen waarbij we heel nadrukkelijk hebben gezegd, en daar ben ik ook bij de andere bankinstellingen geweest, het is geen exclusief recht van deze bank om over het ondernemershuis te beschikken. En dat gaat ook in de uiting tot uitdrukking komen dat er een andere logo en dergelijke ook bij het pand geplaatst gaat worden. Het betekent ook dat activiteiten die worden georganiseerd niet per definitie alleen maar daar in dat gebouw plaatsvinden, maar eigenlijk vooral op de werkvloer bij ondernemers op locatie ook kunnen worden georganiseerd. En dan heb ik het over workshops, dan heb ik het over sessies. En dat betekent ook, en er zijn een aantal andere financiële dienstverleners die inmiddels ook hebben aangegeven financieel te willen participeren. Dus het is geen blokkade gebleken, maar aan de andere kant, ik realiseer me, er is wel een keuze gemaakt. Tot slot. De heer Wilts. Voorzitter, toch nog even een paar opmerkingen. Ik zit nog even met die tekst van het stuk. U zegt van formeel juridisch toestemming geven om te participeren. Ja, dat zie ik dus niet terug in het voorstel. Dus dat zou ik wel graag willen. Daarnaast is het zo van, er is toch een hele grote participatie van de gemeente. Die 4 argumenten die u erin hebt gezet. En terwijl wij zeggen van, laat het nou zitten bij die verbindende rol. En als er straks wel een portefeuillehouder economische zaken bij zit, dan denk ik van ja, die was straks de voorzitter. En dan hebben we dus alles in huis om op de stoel van de ondernemer te gaan zitten. Maar nog één vraag erbij. Stel nu dat de raad de komende weken zegt van ja, maar dit wordt hem echt niet. Hier gaan we echt niet meer akkoord en u stuurt al die stukken erbij mee. Wat gebeurt er dan? Nee, wij onze participatie is in die zin beperkt, verbinden. En of ja, wie daar een voorzittersrol krijgt, dat is aan het bestuur uiteindelijk om dat te gaan bepalen. Het is niet onze intentie om daar de eerste viool te spelen. Maar we willen wel de vinger aan de pols houden, ook omdat we financieel participeren. Met de mogelijkheid om er op termijn uit te stappen. Ja, als u zegt, we gaan daarin niet meewerken aan het oprichten van de Stichting Ondernemershuis. Dan constateer ik dat deze raad, die ontzettend de economie altijd ondersteunt, daar toch hele kritische kanttekeningen bij plaatst. En dan moeten we ons kijken hoe we daar mee om willen gaan. Het zou denk ik ontzettend jammer zijn, daar waar anderen naar deze gemeente kijken en zeggen van goh, jullie lopen daarin voorop met het proberen van nieuwe ontwikkelingen in gang te brengen. Ik denk, maar dat zou u kunnen navragen nog eens even bij een aantal industriekringen of verenigingen van goh, we hebben daar veel draagvlak bij die clubs om dat te organiseren.
En het mooie is, ze willen zelf ook financieel participeren. Dus het is niet alleen maar van, nou, hapklare brokken en de gemeente betaalt. Dus het is altijd goed. Ze zijn daar ook zeer kritisch in. Dus het zou wel jammer zijn, een ontwikkeling die we voortvarend hebben opgepakt, dat geef ik eerlijk toe. Het gaat snel, maar dat die aan de voeten zou worden afgebroken. Dus ik hoop niet dat u dat besluit, maar dan ontstaat er een nieuwe situatie. De heer Gelling. Voorzitter, maar daarmee zet u ons wel redelijk voor het blok, hè, met deze opmerking. Want wat blijft er dan nog voor ruimte over? Hè? En dat ook hier naar ons gekeken wordt, dat is mooi om te constateren. Dat is met veel onderwerpen in de gemeente zo. Ik heb een paar vragen toch die ik belangrijk vind in de vervolg van dit initiatief. Mocht u al besluiten daarmee door te gaan, dat is één heel praktisch. Voor hoe lang verbindt u zich, hè, aan deze financiële bijdrage? Blijf ik toch ook met de evaluatie daarvan zitten, maar meer inhoudelijk hoor ik u allemaal dingen zeggen in de vorm van organiseren van bijeenkomsten enzovoort. Maar als ik in die flyer kijk, zie ik hele andere dingen. Dan zie ik u heel praktisch acteren op het gebied van subsidieverlening. Dan zie ik u ontmoeten en kennis maken. Nou, dat kan volgens mij overal. Hè. En daar zijn ook de industriële kringen echt al lang voor. Dit wordt het zoveelste ontmoetingsorgaan wat ingesteld wordt. Informeren, kennis delen, blijft eigenlijk alleen over leren en profiteren. Maar er komen nog eigenlijk weer scholen bij en die doen het volgens mij ook al lang. Dus de toegevoegde waarde ben ik absoluut niet van overtuigd, maar dat was in het begin al duidelijk. En ik moet u eerlijk zeggen dat het bij mij altijd wat raar begint te voelen als er weer een kwartiermaker komt en als er weer een mannetje hier, een mannetje daar. En ik heb daar geen idee van wat er precies gebeurt. Hè. Wat is er nou de toevoeging? Daar komen we nu ook niet uit. Ik begrijp dat u zich voor het blok gesteld voelt. Ja, dat vind ik eigenlijk meer uw probleem dan dat hier nu opgelost moet worden. Wat ik in ieder geval wil, maar dat moet ik u wel zeggen, is een heldere onderbouwing. Ik zou willen vragen in het vervolg, als u weer iets wilt doen, om dat ook bij voorbaat te doen. Dan wordt het een stuk gemakkelijker van om iets te gaan bekijken. En ik zou het toch wel heel prettig vinden als u de doelen meetbaarder maakt dan dat u ook nu aangeeft dat u zou kunnen. Want ergens moet toch bij een begroting van 200.000 euro, dat is fors, dat is een hoop geld voor een stichting om uit te geven aan kosten, daar zult u toch iets meer moeten onderbouwen. Het is niet alleen onze 200.000 euro, het is niet van de gemeente, maar ik denk toch dat vanuit de VVD-fractie in ieder geval wij meer dan kritisch zijn. We hadden het in deze vorm liever niet gezien, maar we willen in ieder geval graag weten in het vervolg wat er nou van terecht komt. En als u tijdig een mogelijkheid ziet om het aan ondernemers over te laten om een ondernemershuis zelf te exploiteren, zou u daar wat ons betreft de eerste de beste gelegenheid voor moeten nemen. Nou, de heer Gelling heeft ons in een tweede termijn gerommeld, begrijp ik naar aanleiding van deze vragen. De heer Rodemons geeft aan dat hij daar ook graag gebruik van wil maken. Zijn er nog andere partijen die gebruik kunnen maken van de tweede termijn? De heer Valk, de heer Boersma, mevrouw Baarslag. Ik zou het niet durven. De heer Botter. Ik geef het woord aan mevrouw Baarslag. U keek al zo nadrukkelijk mijn kant uit, dat moest wel goed gaan. Waar de voorzitter van de raad het over heeft, is dat een MKB en een Kamerkoophandel terugtrekkende bewegingen zijn gaan maken in de afgelopen jaren. Dat is duidelijk. Kennispoort is altijd heel succesvol geweest. En Kennispoort hield niet op bij de grenzen van Zwolle. Dat ging tot Hardenberg. Ik heb er zelf een aantal keren in mogen bijdragen. Dus dat liep goed. He, dat is uitwisseling van kennis, ervaring, dat waren trainingen op verschillende gebieden. Nou hoor ik de voorzitter zeggen dat wij moeten participeren in het bestuur omdat wij de financiële middelen daar toe leveren. Ik had direct al de vraag waarom gaat de gemeente niet gewoon adviseur worden van het bestuur, maar het heeft dus met die financiële middelen te maken. En de vraag is, heeft de gemeente dan ook vetorecht daarin? Is het de grootste financier? Ik hoor net die 2 ton langskomen. Maar daar wringt het voor mij een beetje. Ondernemers die dat niet zelf voor elkaar kunnen krijgen. En waar VNO-NCW echt nog steeds goed opereert. Dus mijn vraag is, wat ik al zei, waarom niet als adviseur van het bestuur? En heeft de gemeente in de constructie die ze nu zelf voorstelt een vetorecht?
Oké, dat is helder. De heer Boersma. In het verleden heeft het gemeente nog eens opgetreden als een ondernemer. En daar zijn ook dingen misgegaan, omdat de gemeente geen ondernemer is. En toen is er door vele adviseurs gezegd, gemeente, blijf op je plek en word geen ondernemer. En dat heeft de heer Wils aan willen geven, dat we een grote zorg hebben dat de gemeente ook weer risicodragend wordt. Toch weer risico gaat lopen, dat we over een jaar zeggen, wat hebben we gedaan. Dus daar ligt al een heel stuk van onze zorg. Een tweede punt is, dat ik erg ben geschrokken van de uitspraak van de burgemeester, portefeuille houden, dat als wij het over 14 dagen op goede gronden, zoals we hier zitten, afstemmen, wat dan de gevolgen zijn. En ik voel me erg voor het blok gezet, dat wil ik hiervan kon doen. En het laatste, en dat blijft nog steeds hangen, dat is, we hebben een stuk gekregen en dat stuk begint met het volgende. De gemeenteraad wordt voorgesteld te besluiten om, dubbele punt, kennis te nemen van de oprichting en deelname van de gemeente aan de Stichting Ondernemerschap. Nou, kennis genomen hebben we, want we hebben er bijna een uur over gepraat. Dat zegt ook wel iets over de inhoud van het stuk als je er zo lang over moet praten. Maar dat is misschien een vervelende opmerking. Maar nu komt die. Vervolgens de laatste bladzijde staat het besluit. Het besluit, dubbele punt, in te stemmen met de oprichting en deelname van de Stichting Ondernemershuis. Dat is een hele andere zin. Dus ik weet niet wat wij over 14 dagen gaan beslissen. En daarom ga ik met het voorstel van de heer Gellingen, haal het stuk van tafel en kom met een nieuw stuk. Want dit kunnen we niet besluiten en dan besluiten we straks negatief. En dan hebben we de situatie die de burgemeester net voorspelt. Ik kijk even of er andere partijen zijn die dit voorstel van de heer Boersma en in feite ook de heer Gelling gedaan ondersteunen. Ik had in ieder geval nog een vraag die daarvoor zit. Dus als ik die mag stellen, dan... Ja, natuurlijk. Akkoord. Dat gaat over de opmerkingen van de portefeuillehouder. Een aantal keren in het betoog in de eerste termijn heeft hij aangegeven dat het karakter althans heeft van een pilot, omdat we de eerste gemeente zijn in Overijssel die dergelijke dingen doen. Meerdere partijen kijken mee, et cetera. En ook vanuit de doelstellingen redenerend zou je ook kunnen zeggen van ja, dit voelt wel heel erg als een pilot. Dus zou je ook kunnen zeggen, mochten we dan toch besluiten om een nieuw stuk ter stemming te willen brengen, laat dat dan ook wat meer naar voren komen dat het een pilot betreft met een beperkte tijd waarin de gemeente bijvoorbeeld deelneemt als actieve participant om die pilot vorm te geven en dat de periode na de proef de ondernemers het toch met name zelf zouden moeten doen. Daarmee kader je ook wat meer de doelstellingen van dit moment af, lijkt mij. En dat is in ieder geval nog een suggestie die ik wil meegeven aan de portefeuillehouder. Ik neem aan dat de portefeuillehouder u hiervoor dankt. Zijn er op dit moment mensen die gebruik kunnen maken van een tweede termijn of willen reageren op het voorstel van de heer? Ja, en de heer Botter. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een van de kenmerken van een stichting is dat er een beperkte terugkoppeling hoeft plaats te vinden, A, richting de maatschappij, en B, dat er geen terugkoppeling hoeft te zijn naar leden. Eenvoudigweg omdat er geen leden zijn bij een stichting. De vraag die op koers zich stelt is, hoe zit het de stichtingsvorm waarin de gemeente mogelijk zal participeren in relatie tot de openbaarheid van bestuur, CQ de controlerende functie van de raad. Dus expliciete vraag gesteld van hoe zit het met de controlerende functie van ons als raad, dieper inkijkende in de stichting en wat daar gebeurt. Ergo, als wij iets willen weten wat daar in die stichting gebeurt, dan zou er een situatie kunnen ontstaan dat de stichting zou kunnen zeggen van, heel platweg gezegd, het gaat je niks aan, wij geven daar geen antwoord op. En dat zou een onwenselijke situatie zijn. En dat is een vraag die wij nog graag beantwoord zien als opmaat richting de beslisvorm. Meneer Botter, begrijp ik nu dat u vindt dat stichtingen tegen subsidiegevers kunnen zeggen dat gaat u niet aan? Want in mijn ervaring moet elke stichting elke subsidie van elke overheid altijd verantwoorden. En kan je daar als gemeente overigens ook in je subsidievoorwaarden gewoon eisen aan stellen? Dan heb ik het of niet duidelijk genoeg geformuleerd of u hebt het verkeerd begrepen. Ik bedoel dit. De gemeente is mogelijk een participant in de stichting. Wij hebben als raad een controlerende functie, maar niet rechtstreeks naar de stichting.
En daar zou op enig moment zou er wat ruis op de lijn kunnen komen. Ik zeg bewust kunnen komen. Om precies te zien en te voelen en te ruiken. In de figuurlijke zin wat zich daar in die stichting afspeelt. En dat is iets wat van tevoren ook duidelijk afgekaart zou moeten worden. En daar richt de vraag van Op Koers zich op. Mevrouw Kloekhorst. Onze fractie stemt in met het voorstel van de ChristenUnie, meneer Boersma. De heer Van der Valk. Dank u wel, voorzitter. Ja, de punten die genoemd zijn, die delen wij ook. Dat heb ik eerder al gezegd. Maar ik blijf nog steeds een beetje zitten met het ondernemersstartpunt, die positie daarvan. Ik ben door de portefeuillehouder toch een beetje in twijfel gebracht van is het doorgaan van het startpunt nu afhankelijk van de financiële ruimte van deze stichting, ja of nee? Dus daar wil ik toch graag nog een stukje duidelijkheid op hebben. En als dat niet kan komen binnen nu en die twee weken, dan wil ik ook het voorstel van de ChristenUnie wel steunen. Dan zeggen we nou, misschien is het goed om iets meer tijd te nemen. Ik denk dat ik het woord geef aan de portefeuillehouder. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat Op Koers per nu de kern van dit voorstel raakt. Dat is althans de reden waarom dit voorstel aan u is aangeboden, waar misschien ook wat verwarring over is. Om te waarborgen dat uw raad weet wanneer wie participeert in een stichting. En als je als gemeente participeert in een stichting, dat niet kan zonder uitdrukkelijke toestemming van de gemeenteraad. Dus dat zou ook voor u de belangrijkste waarborg moeten zijn naar de toekomst toe. Dat u zegt, en wat mij betreft is dat ook de afspraak. En in die zin is deze discussie natuurlijk heel waardevol. Want alles wat hier wordt gezegd, daar zal ik wel degelijk rekening mee willen, maar ook moeten houden. Om te kijken hoe we dat goed kunnen borgen. Dus ik kan me voorstellen, want dat is ook de reden waarom GS zegt, we willen wel toestemming geven, maar u moet eerst even naar uw raad toe. Zodat ook die democratische legitimatie en die deelname aan zo'n stichting, dat het ook een weloverwogen keuze is om dat te doen. Dus ik denk dat het goed is om in ieder geval ook aan te geven dat de resultaten, waar we het eerder over hebben gehad, dat die ook gewoon teruggekoppeld worden naar uw raad, dat u daar inzicht in krijgt. Hè, wat er jaarlijks gebeurt, zeg maar. Hè. Wat is de subsidie, of de subsidie, maar de bijdrage vanuit de gemeente. En wat is daarvoor geleverd, als het ware. Zodat u daar ook de vinger aan de pols kunt houden. En daar hoop ik ook een beetje mee in de richting van de ChristenUnie te komen. Want die risico's, die zijn er, maar die zijn in die zin beperkt tot de bijdrage die wij ook daaraan leveren. En daarom zitten we ook vooralsnog in dat bestuur. En het is ook in ieder geval mijn intentie om te zeggen, ik wil niet langer in dat bestuur zitten dan noodzakelijk is. Maar tot op heden, zeg ik er ook bij, is het ondernemers niet zelf gelukt om dit soort initiatieven van de grond te tillen. De periode die we nu voorzien hebben, dat is ook een vraag van de VVD, is een periode van 3 jaar. En we zouden eigenlijk na 3 jaar moeten zeggen van hoe gaan we nu verder? Willen we als gemeente nog blijven participeren? Is het zo'n dadig succes of is het niks geworden? Maar dat we na 3 jaar in ieder geval de balans gaan opmaken om te kijken van hoe hebben we hier met dit ondernemershuis gevaren? Ik ben het met de ChristenUnie eens als ik zeg van nou, de tekst is ongelukkig. Dat brengt u in verwarring. Het belangrijkste doel van dit voorstel is in ieder geval om de steun uit te spreken voor deelname aan de stichting van de gemeente. Dat is het voorstel wat aan u gevraagd wordt, juridische vraag. Stemt de gemeenteraad in met deelname aan deze stichting? En wellicht is het goed om af te spreken dat er nog een gewijzigd voorstel, in ieder geval een correct voorstel in de richting van uw raad komt. Zodat u eventueel daar of in ieder geval een besluit over kunt nemen, positief. Dan wel negatief. Kijk, en nogmaals even terug, want het is niet de bedoeling om u voor het blok te zetten. Want als het niet doorgaat, nou, dan komt er misschien nog wel een ondernemershuis. Vanuit de ondernemers zelf. Maar tot nu toe is dat niet gelukt, dat zeg ik er ook maar eerlijkheidshalve bij. Dan moeten wij bezien hoe we omgaan met de bijdrage van de gemeente aan dat ondernemershuis.
En dan worden er misschien nog wel bijeenkomsten georganiseerd, maar in ieder geval veel minder intensief en echt met iemand die daar bovenop zit dan tot nu toe het geval is. En u kunt wel zeggen, er zijn veel initiatieven. En toch merk ik elke dag nog weer dat ondernemers best of op zoek zijn naar kennis, of op zoek zijn naar talent, of op zoek zijn naar studenten, om eens een voorbeeld te noemen. En toch dicht bij huis zelfs die niet weten te vinden. Omdat ze de tijd er niet voor hebben, omdat ze niet weten hoe ze ergens moeten binnenkomen. Wij zijn onlangs met een groep van zo'n 80 ondernemers naar een onderwijsinstelling geweest. En dat was een onderwijsinstelling die heel dicht bij huis was. En toch waren het merendeel van die ondernemers daar nog nooit naar binnen gestapt. En waren nog nooit stageopdrachten verstrekt of was er nog nooit een studieopdracht verstrekt. Dus dat is ook de taak van het ondernemershuis, van de kwartiermaker of diegene die straks dat ondernemershuis bemenst, om dat soort verbindingen te gaan leggen. Niet vanuit de gemeente, maar wel vanuit de stichting ondernemershuis. Meneer Rood. Tot slot. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, pas nu, en daarom ook excuses voor deze wat late interruptie nog, maar pas nu hoor ik in het antwoord de feitelijke rol van de gemeente zoals die beoogd is. En dat is dus inderdaad gewoon het eerste aanjagen van een dergelijk ondernemershuis om later op eigen benen te staan. En dan is eigenlijk weer mijn vraag, moeten we dan niet wat kritischer kijken naar de rol zoals die nu op papier staat van de gemeente als een actief participant? Want wat ik eigenlijk hoor is meer een coach / leraar voor de ondernemers om later op eigen benen te staan. En misschien moeten we daar nog eens eventjes wat meer kritisch naar kijken in het mogelijk aan te passen voorstel. Meneer Boersma. Nou, laatst even een reactie op wat de portefeuillehouder net zei. Wij hebben de afgelopen jaren wel eens meer voorstellen langs horen komen. Ik zal ze niet allemaal bij voorbeelden noemen. Daar is Hardenberg uniek in en dat moeten we doen en dan komen we op de kaart. Daar ben ik zelf wat terughoudend in. En ik noem toch één voorbeeld. Dat is het hele Windesheim verhaal. Er zou en er moest een steunpunt Windesheim hier komen. Daar hebben we 75.000 euro voor uitgegeven. En het werd, de raad zegt, jongens, dat wordt waarschijnlijk niks. En het werd niks. En die angst leeft er bij ons, en volgens mij ook bij meerdere fracties. En als je dan een stuk krijgt waarin de flyer al bij zit, dan roept hij die weerstand op die u nu opmerkelijk voelt. En ook misschien wel non-verbaal ook wel uitschrappen, dat mag een keer. En ik denk van, gaan we weer een besluit nemen in een tijd van dat we de broekriem aan moeten halen naar iets wat niet gaat lukken, waar we over 2-3 jaar zeggen van het was jammer. Voorzitter, mag ik hierop aanhaken? Dat mevrouw. Wij ondersteunen het voorstel van meneer Boersma, omdat ik luister nu al een tijdje. En mij bekruipt toch echt het gevoel dat ondernemers zelf dus niet kunnen ondernemen. Dat is één. Als gemeente, iedere stichting aan wie wij geld geven en zoals het hier staat, waardoor we hoe het uitgegeven wordt en de verantwoording beter kunnen doen, moeten wij iedere stichting aangesluiten. En er worden inderdaad projecten opgezet in verbinden. En zo zijn er denk ik heel veel voorbeelden. Maatschappelijke organisaties die hier komen, stapt u ook niet zomaar in. Moet ook wel wat meer water door de vecht. Dus wij stellen voor dat er een nieuw voorstel komt waarin financiële kadergeving, maar ook wat die kwartiermaker nou gaat doen en wie dat gaat betalen, zou ik ook heel graag willen zien. Dank u wel, mevrouw Van den Hoek. Of dat nodig is om te reageren. Ik denk dat ik dat niet doe. Ik bedoel, ja, uw opmerkingen heb ik gehoord. Wij zijn nog één keer slechts één van de participanten in de stichting. De stichting is opgericht ook door ondernemers. Hè. Dat is nog eens een keer een herhaling van zetten. En wij denken met het wegvallen van instanties uit het verleden hier een nieuwe rol te kunnen invullen met deze stichting die aan het ontstaan is. Ik kom in ieder geval nog met een gewijzigd voorstel. Ik zal zoveel mogelijk proberen om de opmerkingen die gemaakt zijn, daar waar het kan, nog een plek te geven. Zodat hopelijk daar een nieuwe, zodat u daar een besluit over kunt nemen over 14 dagen. Dat is in ieder geval de inzet die ik zal plegen. Dank u wel. Dank u wel. Dan wachten wij het aangepaste stuk wachten wij af. En ik denk dat ik vast kan stellen dat het een bespreekstuk wordt. Bij deze. Brengt mij tot het agendapunt de rondvraag. Is er iemand die behoefte heeft aan gebruik maken van de rondvraag? Nee.
Dan kom ik tot ons laatste agendapunt om 1:10. De sluiting. Hartelijk dank allen.